in Winneskeer slag het net, Juster in Dokkum slag het net, drie keer zoe skippers erop te kennen. En hij heeft hem! Hij heeft hem! Tirke Triemstra heeft hem te pakken! Hij heeft het klassement te pakken en sjocht naar die vreugde. Het is een uitermate emotioneel gebeuren. Tirke Triemstra dit op deze 23 juli 2023 het puntenklassement pakt, oerneemt van Piet Jetsen Faber. Toen was de hier en hier natuurlijk verkeerd. Hè? Om dit moment, misschien wel maar uit de match, zo net is het misschien dit moment. Maar kun je wel stellen dat dit dat hichtepunt in een keerscarrière weer? Nou ja, dat maakt de boel wel compleet, denk ik. Zo is het wel bezien. Je hebt in een carrière, had nog keer zin, is of een andere sport, meerdere hichtepunten. Maar als dan op het einde van die carrière, want ja, heel lang zal ik net mijn keertje. Ja, dit dan bewerkstelligst. Wat denk ik heel veel mensen nooit verwachten hier, dat het ooit nog verbrut zou worden. Ja, dan mooi, dat was steeds, denk ik. Nou, ja. Ik kan me nog herinneren dat ik die X-Pruts vond naar dat moment. Dat, en toen zag ik op een gegeven moment vraag ik naar binnen van, is dit dan mooier dan het winnen van een PC? En toen twijfelde het bot, weet ik nog wel. Klopt. Het is nou een peer, een mannenletter alweer natuurlijk. Hoe denk je daar nou over eigenlijk? Nou, ik ga natuurlijk de nooit wel eens voor omschoen, maar ik denk er op zich nog wel hetzelfde over. Ja, de PC die kist toch elke keer winnen en dan leef je het daar elke keer weer. Dus dat heb je al, nou ja, nog 24 keer in mijn geval direct. Maar ja, dit is iets wat je wel van heel vier onkomst zeggen en een natal leven. Maar toch, je weet ik, het is in een carrière, vindt het maar één keer plak dat je de nummer 1 wordt. Ja. Ja, zo'n 1990 stierde het record van Pieter Jets Faber. Ik al, door hest het nog helle. Valt nog ik in een soort leegte van het is bereikt of hest alweer naar je doel stelt? Nou ja, ik weet het. Misschien van beide van ambitie. Hè. Dat is nou dat doel, dat heb je helle. Dus in principe valt hij net zo vol met de hel in. Ja, dan kies je naar het aantal punten. Ik kan ook binnen 12 punten verwijderen van de 900 punten. Ja, daar mag je toch heen natuurlijk. Dit hier geven we nog een, of komend hier geven we nog een hier terug. Dus dat zult toch lukken, maat. Dat was hem wel helemaal geen. Ja, die 1000, dat zit wel heel duidelijk. Nou ja, dan komt Ster in de buurt. Maar alleen maar de vrouw en Ben praten, denk ik. Sowieso. Ja, ja. En dan mag je twee hele goeie heren. Dan zult hij twee hier kennen. Maar, ja, dat wordt regen. Dat zult regen worden. Dat zou natuurlijk een prachtige, mooie mijlpaal wezen. Maar nee, ik het was net steeds dat ik daarvoor ging in sale, dus het is vooral genieten. Maar dat ik de les hier en ik wil steeds meer trouwens. Ja? Hoe ouder als wust en hoe meer als die bewuste van wust dat nou, de laatste slagen in beeld komen, ga je er wel steeds meer van genieten. En ja, dat denk ik natuurlijk, dat mat ik net, maar al jong ben ik denk ik er net toernooi. Dan maak ik gewoon dwan. Maar ik ga letterlijk wat meer ernaar denken. En dan weet ik wel van hoe bijzonder dat het al hier is. Maar ik hoe bijzonder de sport is, maar een hele club meisjes om je heen. Je keert het chimmerkoor, ja. Maar het is ik ben machinaal een mannenkoor. Dus als je na je doen in het seizoen, dat zult dus net het algemeen klassement zijn, maar het is meer op je niveau en nou in PC te leven. Ja. Ik weet even waarom naar dat moment dat het uiteindelijk slag, hè? Want we uiteindelijk op 23 juli op LKC Sonneborg, Keertschild in Jouwert. Maar eigenlijk hoe het daarvoor ik al gebeurde in Minneskeer, dat was eigenlijk het eerste moment. Uiteindelijk als de treienwedstrijd van Nederland gewoon, ziet er ik druk op? Nou, dat viel ik eerst net zo aan, want het ging best wel lekker en dan win ik wel aardig in vorm. En in Minneskeer, nou, de eerste omloop weer ik echt vliegend, dat we van Matten Bergsma niet doen en vier van mij. We gingen van mij nog verswieting net verlenen. Ja, achteraf, je moet heel lief, maar één keer van hun verlenen, dat wie dus toen. Ja. Ja, en toen ging Alex alles mis. Gertanne, die wie de kluts kwiet en die sloeg de omloop ervoor, dus een van zijn beste omlopen op, denk ik. En vanaf eerst in Gelieke of zo, waar dat wat ik hier zelf een botsing mijn trainingsgenoot nog. Die keert ze nooit, dus die lette net goed op. Toen de bus slag, die knal ik bij me op. Zelf les van het enkel. Dus dat enige wordt die mineur. En dus dan is juist de lotting van die sneus. Toen lat ik bij Chissen. Nou ja, mijn oude maat natuurlijk, dat is mooi. Ik onderbreek je even, want ik ga nog even naar die Minneskeer. Want daar is ook bij, Geert. Zeker. En wij turen als onderofficial zijn natuurlijk van alles op. Ja. Livestream. Ja. Merkst ook dat ik bij hem dat er een druk op ziet? Of dat... Nou nee, ik moet eerlijk zeggen dat ik misschien wel meer druk viel dan hij. Maar dan is de wens de vader van de gedachte. Dat heeft met historische dingen te maken. Maar een van zijn kwaliteiten is om in
alle gevallen, wat er ook op zo'n field gebeurt, rust u te stralen. En dan zult van binnen wel eens broezen, maar hij liet dat nooit merken. Dat is die van Sienk-Rutte krachten naar een zinstander daar. Dus, en ja, trouwens. Klopt dat? Nee, dat is ik zelf, ja? Denk ik. Ja. En Veen Bergsma, die op een onfatsoenlijke manier van het veld hadden. Die echt fantastisch keertsen. Nou, ik neem maar Jan Braaks, maar dat commentaar voor de livestream. En wij zeiden, nou, dit kind gewoon net mis. En het was een prachtig moment. Want het was een minnetskeer. Het laat het jaar. Hij was op een fiets. En hij was net alleen nog op een fiets. Want heel zijn jaar ook weer op een fiets. Ja, meer. En al die bergen, maar die spandoekjes en juichen. Het was het ultieme moment was om het te bereiken. En dat is dan weer het leuke van sport. Dan gebeurt het net. Nee, dan gebeurt het net. En uiteindelijk helst het op zondag 23 juli. Bijzonder voor die wel en van je hele familie. Dat die huid, Reinder, daarbij wijzen koel. Nou, dat was het enige nadeel van Minnetskeer, denk ik. Geert op schroot het mooie. Maar dus huid wie daar net bij. Want die zelfs precies op die dag kreeg hij zijn hartoperatie. Van uiteindelijk een saai en heel oeren wat ze maar bezig was binnen. Dus ik vaar die eerste omloop volgens mij dat hij uit de operatiezaal weer. Dus dat was safi in een goed gang. Ja. Dat speelt misschien nog heel licht op achtergrond wat mooi. Maar goed dat hij net de reden was dat we nou net wonen. Maar ja, achteraf, jongen, ben ik wel heel blij dat hij er dus die snoei is in jouw wel bij was. Was ik ongelooflijk dat hij erbij was in zijn koer. Ja, hij moest me echt wat rustig houden. Dat is net helemaal lukt, denk nee, ik. Maar, helemaal maar, lukt. Nee. Ja, nee, hij zal het bekend als hij niet altijd rustig bloot, hè? Dat is net zijn sterkste punt. Nee. Nee, dat is toch maar een heel soort. Ik ben heel blij dat mijn huid en mem. Want mijn mem er uiteraard ik net bij een minnetskeer. Die wie bij mijn huid in Leiden. Dus ja, ze winnen in Nobuide wel bij. En dat maakt dat moment wel heel speciaal. En wat krijg ik dan steeds hoe die sneurs hier strommel kan laten zien. Alles woest om dat ik net pakken. Want dan was het altijd maar niet nog een toer van. En dan vooral ik mooi Gert Annenweg al zo lang markeert. Ja, want wezen slag het net toen die sneur niet dokken. Maar nog een partij met 12 orenmaten werd dan markeerd. Dat wordt dan welke lotte van een beetje een keertje hebben begrepen. Nou ja, toen Geert hier zo denk ik wel iets in dokken van. Tenminste, de meesten, dat wie net een goed lot, dat zult die dokken wel net slagje. Ja, hij zit er goed in de lijst in het toolwerk net sterker nog. En daar gong ik wel een beetje de zweemoer van Jill Jij van net, zeg maar. Dat is een apart fenomeen met het vierde salon. Ja. Wie boven dat ik nog eens een keer kloten waren, het reinde dat het eerste betekende, dat die echt helemaal waardeloos. Dus ik heb in dokken nooit het gevoel gewoon nou gebeurt het. Natuurlijk volg je het dan en stuur ik uit op een livestream, want je begint ergens om. Maar ik zie al niks. Zie het er weer natuurlijk. Ja, trouwe secondanten, zeg maar. Maar nee, daar heb ik nooit het gevoel van je slagt het. Wat was juist Geert, naar het record van Teken? Want in 1990, toen Piet Jetsen Faber het van Hadse Schuil oernam, dat herst ik al je man. Ja, dat wie ik rek bij. Dat wie in Achelen, dat wie op 8 september 1990. En dat wie wel een bijzonder verhaal. Want daar kom ik straks op. Maar Hadse die hier zijn, als Piet Jetsen meer record verbreekt, dan ben ik erbij. En dan krijg je van mij blommen. Maar Piet Jetsen, wie krijgt een steken, dat slag er net niet een keer. Die had wel 3 of 4 keer nodig gewoon om die laatste punten te pakken. En alle keren kwam die lang uit haast mooi een bosje blom met veld op. Het weer bijna ontroerend om te zien hoe zo'n grut keert er toch achter zijn opvolger worden. Want ik vond dat fantastisch. Nou ja, in Achelen slag het. Industrieën ze erbij elkaar. Die Lietse Piet Jetsen en die Rutte Hadse Schuil met zijn bosje blom. Daar is een geweldige foto van maken. Ja, en dat. Zo heb ik het wel beleefd. Ik denk, verdorie, behalve dat het wat van mijn leeftijd zei het echt iets van wat voor fantastische dingen en ik als verslagjouwer in die keersport mee maken hadden. Dat van Piet Jetsen weer een hechtepunt. En ik wie een van de meesten die zei, dat haal het nooit in meer in. Ja, en dan doet hij het wel. Ja, want Wern Tochterstoot is nou een kippenvel van. Want ik vond een kippenvel moment. Want Wern Tochterstoot toen, dit wordt nooit weer verbrutst. Ja, 884 punten bij Tochten, dat is in carrières die het hield die kwart begonnen te doorheen. Een wedstrijdagenda die wel weer wat in. We hebben altijd discussie over de wedstrijdkalender. We moeten minder en dan word ik wel wat minder. En, nou ja, dus ja, ik hier net het gevoel dat het slag is hoor. Maar hij had het niet. Dat is een van de weinige momenten. Ik ken altijd best wel heel enthousiast wijzen hoe Keertsen in mijn verslagjouwing. Maar ik heb altijd wel mijn journalistieke insteek. Ik ben net partijdig. Dat hek net. Maar nou wie ik het wel. Maar je hebt een rilling in die stem op het moment dat. Ja. En Jan Braaks, misschien ook zo wat ik gewoon langs me. Dus het werd even een moment van weinig de journalistieke distanties. Hoe kan het dat juist dit moment dat was vielen. Nee, dat was vielen. Dat is wat er dan nou die als meest gebeurt in godverdikke. 8 september 1990, wie ik erbij. Toen wie ik eigenlijk als enige journalist erbij. Ik werkte er bij de lokale radio. Daar wie net meest bij. Moest er zien wat voor circus er nou optuigd werd om zijn record te verslaan. Dat al. Dat is een ontwikkeling voorbij komt. Alles
alles baltem geer in dat ene moment dat men of verzwitten op Zwartgelijk die balboeten slacht. En dan woes, dan viel ik bijna hetzelfde wat hij viel. En wat is er nedig geert in die betekenen van zijn teken om dit record te herinneren? Wat voor kwaliteiten heeft hij dat hij dit berikken kon? Nou ja, hij heeft een heleboel kwaliteiten. Dat is buiten kijf natuurlijk. Hij wint de Vreulenpartij bijvoorbeeld door die gast alleenig. Zijn een Belsen, wat eigenlijk volle sterker weer in zijn totaliteit. Hij heeft exceptionele kwaliteiten. Hij wie een allrounder. Dat is letter minder worden, maar het opslaan op jou, jongen. Maar hij wie een allrounder. Hij is begonnen als achterin. Ik heb hem de PC winst, jongen. Zijn Chris Wassenaar, dat hij een bal mooi soort dropkick werkelijk het stadion uitsloeg en toen weer nog maar in het eerste leuk en ik zei nou teken wint de PC, dat kind het mis. Hij hier exceptionele kwaliteiten. Je bent geen pannenkoek had je dit helly. Dus dat is duidelijk. En als je ze goed bent als teken, dan heb ik al goede maten. En dat is wel fijn. Belangrijk, hè? Ja. Ja, het is ook een ABC'tje, hè? Ja, nee, zou je dan ook lang mogen gedaan een keer. En dat is dan mijn allerlangste en grootste maat van de keertserij. En ja, ik ben sowieso net iemand die vaak switcht van per tour. Helemaal op het begin van mijn carrière nog wel. Ja. Dan liet je misschien ook nog wel eens een beetje ompraten terug een Dirk-Jan van der Woud of Henk Vliestra. Maar letter, jarenlang mooi. Maar Corsita maar keert, traaien met Johan van der Muln. Keert ik een prachtige mooie tiet van Han trouwens. Die zullen we nog sowieso één keer per jaar. En zitten we nog maar de hele ploeg bij elkaar. Om die oude verhaal er al even bij boven. Ik kleef een boel verhaal dan, want dan zie je hem hooit maar iets ergens op een bankje. Ja. Te Sien naar Jim. En als dan, waarom zegt op dat op plakwetse Sydney en de Light A vol met peuken van Ike, want Reinder hier ook net. En B, hier is een keer plak in het veld en dat weer Reinder, want die plukt al het gas uit het veld. Ja, die zit in de eerste rij banken inderdaad. Ja. En die finale waren nog redelijk spannend, maar we hielden echt een geweldig event wat doen, zoals inderdaad. En we wonen de finale 5, draaien zoals voor jou, van Chris Wassenaar. Ja. Jacob Wassenaar. Jacob. En Rutme van der Meer. Ja. Zal het best die ene bal in die finale, he, die vier ik nooit weer. Ja, maar die stuit van Chris Wassenaar. Ja, wie in het eerst of in het tweede eerst? Ja, het tweede eerst, wie vrij begint. Hij soest het perk in. Hij stuit er kort tussen de voeten terug, Leuk. Ja, en hij stuit. En Jacob die stiet ondertussen al een paar meter van de boven. Ja. Omdat die bal geweldig op wie van Chris. Ja. Maar ik schep hem en ik raad je perfect. En hij gaat zelfs met alle boeien aan. Die hekels erom, jongen. Die hekels erom. Nee, maar Geert had een soort van fotografisch geheugen wat betreft keertwedstrijden. Dat is net normaal. Ik kan elke eerste gong ongeveer reconstrueren. Dan denk ik, hoe kan dat? Want ik ga dan wel bij de PC zitten. Door commentaar en dan oeren naar de wedstrijd. Ik heb geen idee meer wat u de slag weer van de finale of welke slag weer. Maar dat is bij hem dat is een bijzondere eigenschap. Maar iedereen heeft er ergens zijn eigen aangegeven. Wanneer begon het van te leven, dit record? Want in het begin van die carrière dan denk je van dat is onbereikbaar. Op een gegeven moment de winst is dan. Nee, als de crack bij ons wist het niet eens zo'n volle punt met de eerste meest, dat wist ik net. Ik koerde keerts natuurlijk al, omdat mijn hoofd ik in die hoofdklasse keerts hier. Dus, en de meesten kwamen om keerts want bij ons thuis. Dus ik koerde er heel goed. Maar ik god net hoe volle punten dat in hier. Ja, mijn huid, die hier dan 300 of 300. Voor mij trouwens 300. Ja, volgens mij. Ja. En op een gegeven moment, dat worden de wissers die stier toen destijds wie dat die 30ste, 32ste of zo. Nou ja, als dat helikist dan doos mooi. Dus ja, maar dat weet ik nooit echt een doel op zich. Op een gegeven moment komt ster in de buurt en dan geest in een zin. En dan geest ik eens even zin van, hey, hoe vol het de rest? Ja, als dan juist dat die meer dan zo'n twaan heel kist vol hebben. Ja. Ja, dan denk je er dan net aan. En dan zit ik dan weer een 100 punten tussen de noemer twaan en traaien. Dus op een gegeven moment wiepje van Wieren is dan noemer traaien. Dan denk je van, nou, dat mag dan nog kennen. Maar ja, dan is het nog weer op een mooi moment in dit gemeente, wiepje. Ja, Wiepie kwam blommen, van de finale. Wiepie met blommen. Ja. Weer een fantastisch moment. Ja, vond ik wel heel mooi dat hij dat hier doet. Wiepie van Wieren kan wel mooi die blommen, maar de noemer twee Pietjets, uiteindelijk de Pietjets Faber, die kwam net maar de blommen. Hij wiep er net bij, maar ik heb een dag of twee dagen letten. Ik kreeg een hartstikke mooi boeket thuis bezwaren. Dus een mooi kaartje van Pietjets erbij. Voelt het wel jammer dat het er net hier? Want wat hier nee, had ze schuil en Pietjets Faber. Het hier wel mooi was, denk ik, op dat moment. Het hier een prachtige mooie foto was. Een mooi naislagwerk, steeds maar. Maar hij had hem er net goed beveeld op een of andere manier. Ik weet net wat de reden was. Maar dat hij de naai nog even niet stuurt, dat doet mij gewoon heel goed. Ja, is prima. Ja, wist dat echt net waarom je in het kamer? Of nee. Wist je waarom je ik kan mij bellen. Ja. En hij wil absoluut net meer. Ja. Altijd om keertsen gaat in de publiciteit.
tijd. En ja, dat is een goede jocht. Ik vind het wel heel spietig, want het hier voor mij, maar god, het gaat net om mij, maar het hier plaatsje in alle opzichten, maar roem maken, zeg maar zeggen, dat die ene kampioen er is als die alles weer trok de oren. Dat vind ik wel heel mooi. Dat maakt wel heel diep. Ja. Laat iets wel heel diep zitten. Dat het dan net... Ja, hij wil er echt niks meer mee te maken hebben. Ja, dat is een goede jocht. En Piet Jetsen, weer een fantastische sportman, een geweldige keertser. En wordt nou alles trok de nieuwe generatie. En dat had hij nooit moeilijk worden in, want hij had zei, ja. Als ik er net ben, dan is het nooit hetzelfde sport. En hoe lang loopt het record van de Roger Federer van Keersen? Want zij hier zijn documentaire over teken. Hoe lang loopt dat steen, Geert, denkst? Nou, ik maak je net meer mee als levend mens dat verbrutsen werd. Oeh. En ik ben van plan om nog 20 jaar te leven. Teken, wat denkst u zelf? Nou, dan ben je er een paar die nog een Keersen binnen. Die maakt dan helly, want die hebben wel 20 jaar nodig tegenkomen te helly. Nee, er wordt toch heel veel mensen zijn dat het nooit net haalbaar wie. En ik heb het zelf hellen. Dus dat Mike is, ik wil passeren. Zeker. Ik heb dan hier eruit lang blessure. We hebben dan 2 keer een corona hier gewoon. Het is wel weer wat Geert aan het begin zei. Vroeger in de jaren 80 is denk ik wel 40, 44 wedstrijden. Ja. We hebben nu nog 32, denk ik. Dus ja, die punten die kist al net mijn heli. Het wordt misschien nog wat minder, dat weet je natuurlijk niet. Misschien Geert het wel, want dan ben ik. Stevig werken, trok een speciale werkgroep onder de wedstrijdkalender. Ja. En Leo mij, dat zullen er nooit meer worden. Nee. Dat is in die voordeel. Maar dan komt Geert Anna van der Bos misschien die tankt. Geert Anna is die daarom. Geert Anna is die gemiddeld is volgens mij dat nota heger. Je hebt een goede 200 punten minder. Ja, dat soort van een blauwe succes. Hè? Want dan leren je hem liegen op. Ja, nee, had ik het niet in gunnen, dan is het hem wel. Hè? Oh, ja, dus had, hij, had ik een stapje bijvoorbeeld tot eind van dit jaar en hij gaat nog 4 size terug en hij redt dat op. Ja, dan zal ik er wel zeker bij zijn om hem die blom te jagen. Want dan zoals had ik stapje dit hier, gaat het wel niet in holle om nog een keer te dwanen en dan op te houden? Die kans is grootste, denk ik, ja. Ja, zeker net zeggen dat ik ophoud aan het eind van volgend jaar, maar. Dat komt wel steeds dichterbij. Ik ben nog 41 en het hangt ik van het niveau aan. Het kan best wel, je wordt toch elke keer weer hier ouder. En kun je mooi komen, maar de rest. Ik ben net mooi, dan ook net voor de prijzen mooi. Nee. Dan maak, en eigenlijk ben je dan. Nou ja, ze te lang trokken. Maar eigenlijk ik weer net, want dan weet ik zeker van ik alles eruit halen. Ja. En nu ben ik net meer bij de top 2, top 3 per toeren. Dus nu kan ik mijn gerust hard stappen. Ja, en de vrouw Ben, die wil natuurlijk ik wel eens een keer op vakantie, misschien in een zomervakantie. Ja. Dat kan natuurlijk nu al net. Nou, dat is nee, je bent nu vaak een weekje inderdaad. We hebben nu gelukkig de laatste jaren wel in een weekend vrij. Na de PC altijd. Ja. Dus ja, dan kunnen we mooi op vakantie. Nou, dat komt hier, dan hebben we natuurlijk na de PC de Vreule. En dat is 24 jaar geleden dat ik die daar woon. Dus daar willen we dan, of daar willen we vooruit nodig. Ja. Dus ja, ik zou dan wordt de vakantie weer een wat moeilijker plannen. Maar wij ben ik net grons die graag 3 weken voor het gaan of zo. Nee. Maar is het misschien prachtig mooi, maar ik heb er nooit in. En dan, wat je Federer neemt hoor, wat vond je er zelf van die vergelijking? Dat is het is natuurlijk vroeger, nou net een heel soort mee, maar vroeger was zo'n tennisjongen. En ik vond Roger Federer wie ik al bij mijn man, ja. 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 Maar ik vind, hij is, dan praat ik een beetje over die heen, dat is net de bedoeling. Ik mag het terug steeds zeggen. Ik vind hij dus een sieraad voor de keertsport. Dat is net alleen nog een fenomeen, maar dat is echt een sieraad. Er zijn maar weinig keertsen die die sport op deze manier, op zo'n positieve, mooie manier uitstralen. En naar boeten te brengen. En dat vind ik wel echt een specifieke kwaliteit van teken. Nou is dat hij een geweldige keertser is. Ja, maar, ja. Maar er is een boegbeeld voor de sport. Ja, dat ben mooi worden, Geert. Sure, daar hoeft niks voor te doen. En ik ben opgegroeid met keertsen. En ik denk dat het is. Het zit in mij. En ik zou het vervelend vinden dat meesten negatief wordt keertsen binnen of zo. Ik ben sowieso wel positief van mezelf. Ja? Net alleen op keertsgebied, op alle gebieden wel. Ja, maar, ja. Maar het keertsen zit inderdaad, en dan zie ik het keertsen. Ja, precies. En dan keert alleen nog maar positief. En laat daar ergens ook nog voor jou een rol in de keertsraad verskoeld. Want als ik nou de KNKB wie we hebben een nieuwe directeur, dat is Dirk-Jan van der Wouden, dat is een goede maat van die Hoyt en dat kist hem heel goed. Dan zou ik beziek je iets te bedenken wat voor rol een stam in de keertserij krijgt als stop best naar keertsen. Heel kwaad reactie. Ja. Teken. Dan gaan we maar eens even praten. Ik zou het bij God net weten wat het nou weer moest. Maar sowieso iets in de keertserij, je gezicht regelmatig zien litten, dat liet me wel dat erbij heeft. Ja. 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 Maar het is wel zo, ik wil wat waarom dan ook, hè? Zeker. Ik wil belutsen blijven met keertsen. Ja. Dus zelfs Jan, hoe dat in wat voor vorm dat wijzen zal. Zag je in elk geval eerst nog keertsen, takken hier nog. En Jan, hoe lang als het nog volhoudt te tikken. Tegen tank als door je buur in sportcafé, Bakker en de Vries. Westbest en Geert, dat deelt voor natuurlijk ook, hè? En op een mooi nijkeertseizoen. Succes. Zo is het, graag hier. Dank u wel. Nu voor een PR, voor een Nederlands record en voor misschien zilver of goud. Ja,
2-31. Douwe Amos zet de boel hier op zijn kop. Ja! Douwe Amos pakt de gouden medaille. Douwe Amos is Europees kampioen hoogspringen. Ja, Douwe Amos. Waar hij nou onder de telefoon? Welkom in de Uitzending. Ja, goedemorgen, bedankt. Goedemorgen. Hey, de koers net naar jou te komen, dat is natuurlijk het libben van topsporters. Waar ben je nou eigenlijk? Ja, dat klopt. Ik ben nou gewoon thuis in Delft. Maar Juwet werd trainen, dus dat maakt het wat lastig om naar jou te komen. Ja, dat is al heel lang die standplaats eigenlijk een beetje, hè? Delft. Komt voorheen uit Drachten. Ja. En dan ben je nou ja, een Delftenaar. Ja. Klopt, ja, inderdaad. Ja, ik ben... toen ik hier studeerde, toen ben ik deze kant op verhuisd, is maar. En tussen trouwens wil ik nog 4 in Duitsland wennen. Maar toen ik weer naar Nederland kwam, ben ik weer in Delft terug te komen. Ja, Douwe, we volgen je daar natuurlijk al jaren, hè, in je carrière, in je hoogspringcarrière. In Nederland stierst op eenzame hechten. Internationaal hektest wat je in de toplakken aan. Toch trots zetten en dan nou deze Europese titel op 5 maart. Hoe verrassend wie dat van jezelf? Op dat moment zelf, wie het net extreem verrassend, want ik hier gewoon best wel een goed indoorseizoen hoorn. En ik giet dat EK in met het idee, ik wil in de top 6 komen, zeg maar. En ja, toen hier we eerst de kwalificatie, hoor, want die het EK bezit de eerste kwalificatie en dan de beste 8, die stonden we nog in de finale. En toen ik bij de beste 8 zie, toen dacht ik, volgens mij matten de medailles, of tenminste die matten hebben, maar die kinderen haalbaar werden. En ja, goud is daarbij net niet eens uitsluiten, zeg maar. Dus dat was een beetje de instelling bij mij, ik die wedstrijd ingier. Maar goed. Ik wist wel vaker wedstrijden in, maar het gevoel dat ze misschien zo'n kunnen winnen, dat het dan echt gebeurt, dat is natuurlijk wel, dan toch een beetje een verrassing. Ja, ja, want wie het leeuwen in een goede oor in Zagreus, dat is van tevoren, klopt dat, al op een briefje schreeuwen is, dat 32 meter of heger, dat het mogelijk wie? Zak is dat ik zei is inderdaad, en voor mij wie dat... Net eens dat het Leeuwen der in Zagreus weer, nee. Maar ik zie het van de wedstrijd. De was natuurlijk heel erg bezig geweest, maar was het dwan in de wedstrijd. En net te volle mij wat de uitkomst van de wedstrijd mat was. En ik de dive van tevoren, toen zie ik een beetje te volle in mijn hollen mij wat er mogelijk zou kunnen wezen. Die medailles die winnen van mijn gevoel in zicht. Dus toen dacht ik, om dat nou uit mijn hollen te krijgen, want daar haak ik net zo volle in de wedstrijd, schreeuw ik dat op een briefje, is mij in mijn soort van dagboek. Dus daar hier ik inderdaad opschreeuw, 32 is mogelijk, goud is misschien zelfs net onmogelijk. Maar wat ik er ook bij schreeuw, wie dat nou weer vierten en gewoon focus op dat wat ik het hele indoorseizoen al die in ha. En als ik dat doe, dan ben die twee dingen misschien mogelijk. Ja, jouw stem maak ik om dat heegspringen een ervaringsvak is? Ja, absoluut. Dat denk ik wel. Het is, een hele moeilijke discipline, zeg maar. En ja, het feit dat ik dan al best lang meegeen en volle ervaring op die en haar, dat kan in zulke situaties zeker helpen. En dat... ik kan dan misschien ook een beetje een balans wezen. Ik ben dan inmiddels 32 en toen ben ik 31. Maar op ervaring kist dan gewoon nog, beter worden dan dat het wist is. Maar ik op zo'n leeftijd. Ja, dus die is die Nederland al jaren op je in zijn hecht. En je pakt elke keer de Nederlandse titels. Internationaal woord ont is de Europese titel nog net hier en dal. Had je er een verklaring voor waarom het er nou al in uitkwam? Ik denk dat in 2020, toen we natuurlijk de Olympische Spelen. En ja, ik hier altijd heel, dat was voor mij heel duidelijk het doel altijd. En daar... ik redelijk mijn tunnelvisie en doelgericht op Aas, is maar. En dat slag het toen net in 2021. Nee. En
Ja, dat is eigenlijk het moment dat ik van mezelf een beetje besluiten ha, dat ik wat, ja, wat dingen oors moet doen. En dat proces ja, had eigenlijk zijn voorlopige hoogtepunt dan hoorn in maart in Istanbul. Ja. En ja, dat was eigenlijk een uitkomst van ja, de dingen kreeg iets oors dwan en dat nou ja, ongeveer onlier lang dwan. En nou ja, dat werkte. Ja, wat heeft gekregen oors die in Douwe? Ja, het van Tokio zie ik ja, wie ik misschien wat te volle met de uitkomsten bezig is, maar dus ik ja, wie enorm focust op dat doel van de Olympische Spelen hel je en wie ik bereid om daar alles voor aan de kant te zetten, maar daarmee maak ik soms dat heegspringen wel ja, iets te belangrijk. En dat merkte ik in de wedstrijden, dat ja, ik die wedstrijden, dat viel er soms alsof ik mij een last op mijn schouders sprong, zeg maar. En dat ik eigenlijk alleen nog maar ja, kon falen misschien. Nou ja, een beetje die druk die ik mezelf oplaai, die had ik probeerd in, ja, in ja, vanaf dat moment ja, om die wat leger te meiden en vooral bewust te wijzen van het feit dat ik het vooral heel leuk vind om heeg te springen en dat ik daarbij nou ja, het proces samen met mijn coach Marlies ik heel leuk vind en dat we daarin ja, samen ja, schoen gaan van oké, okay, wat ben dan steeds de volgende stap die we moeten zetten. Dus net mij heel erg met mijn hollen bij. Ik wil dat en ik mat naar de Olympische Spelen en ik wil daarheen, maar gewoon meer oké, okay, we steen hier, you het steen we hier. Wat is nou de eerstvolgende stap, ja, om een stukje beter te wijzen. Maar wat oer die Olympische Spelen spritsen, hè? Want die ben natuurlijk, ja, Takomirik in Parijs in 2024. Nou, Sarastan in 2021, toen het in Tokio weer had, dat uiteindelijk net helle. Is dat nou ja, het volgende doel en zit dat erin? Het is net per se het volgende doel, want er komt nou ook een indoor seizoen om waar nog een WK houden wordt. En voor de Olympische Spelen ben ik nog een Europees kampioenschap. Maar goed, zodra het hier 2024 ombrekt, dan ja, is het wel duidelijk dat het een Olympisch jaar is natuurlijk. Dus dat, ja, ja, is zeker het, nou ja, een van de belangrijkste doelen volgend jaar. Ja, en want indoor en outdoor, hè? Parijs is natuurlijk outdoor. Wat voor verschil zit er voor jou als springer in, indoor en outdoor? Ja, eigenlijk net zo heel volle. Het voordeel van indoor is dat het nooit rijnt. Nee. En als je geen chimmin of zo hast. En ja, de hal is iets lietserwerst in springs. Dus het is altijd wat drokker. Ja. Dus er is wat meer risico dat de meeste controle in de aanloop rinnen en zo. Maar eigenlijk ja, is er voor het heegspringen geen verschil. Nee, want als je dat dan trof vertalen, die 2,31 meter van het EK, dan zou het in de Olympische Spelen bij Tokio achtste worden wezen. En zelfs in Londen 2012 zou met deze afstand zelfs een zilveren medaille won. Dat jouw dus wel opties voor die van Parijs, deze afstand, deze hechten. Ja, zeker. Ja, het is ja, het juist in ieder geval. En ik denk dat ik in Parijs, nou ja, ja, die top 8 is, maar dat is een redelijk realistisch beeld, denk ik, mijn hichte als 2,31. Maar goed, ja, het juist wel gewoon dat het, ja, als het dan hichte springt in Parijs, dat is in ieder geval, ja, heeg in de wedstrijd Mike is dwan. En nou ja, altijd nog een beetje heger geert. Het hoeft maar in een hichte. Dus meestal geert het per 12, 3 centimeters op dat soort hichtes. Nou ja, als de volgende hichte dan ik nog springs, dan ja, dan is het wel al gauw richting het eremetaal, denk ik. Ja, maar had hij nog net plist? Nee, dat klopt. Nee. Dan nog. Ja. Hoe kun je het lezen hoe dat werkt? Ja, dus de is een wereldranglijst en die daar kun je punten voor halen en de mast een gemiddelde van 4 wedstrijden ha. Die wereldranglijst die is ja, begon mij tellen, ik denk per 1 mei van 2023. Okay. En daar had ik in de top 32 steen. En dan is er nog een extra eis vanuit Nederland, vanuit het NOC-NSF.
En dat is 2:28. Dus die mag ik nog springen. Dat is die outdoor, die persoonlijk record. Ja, zeker. Ja, dat klopt. Ja, dus dat. Er is vertrouwen iets wat ik nog nooit dier ha. Nee, heeft er vertrouwen in Douwe dat het slag is? Ja, zeker. Ja, 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 dat is, ja, dat is wel een hechte. Als ik gewoon goed in het wedstrijdseizoen kom en goede wedstrijden spring, dan, ja, dan mag dat haalbaar worden. Douwe, wij dat dankzij van natuurlijk het historische moment dat een Fries überhaupt een gouden medaille wint op een Europees kampioenschap atletiek, dat is wel uniek en mooi om mij te maken. En ik bedank dat je even nog in de uitzending komen worst. Hier is Kok, team 4, ja, 35. Team 35, dat is een mooi begin. A champion of the world. Kun je wereldkampioen worden? Ja, ze kan het, ze heeft het in zich. Nu, die laatste meters. 37:28, dat is een mooi begin. Dit is een tijd, daar hoef je niet voor te schamen. Wereldkampioen. Kok is wereldkampioen. De eerste Nederlandse vrouw op de 500 meter die ooit in de geschiedenis van de afstandskampioenschappen de wereldtitel pakt. Femke Kok doet het in eigen huis, in Heerenveen, in Tialf. Ja, het blauwe prachtige beelden verzelfs lettervermidden. Riet Femke Kok op de 1000 meter bij de NK afstanden. Dus ze kan spietig genoeg net bij u zo'n tafel zitten. Maar gelukkig hebben wij collega Anne Faber. Die zocht Kok van de week al op om vorm te zien op die bijzondere titel. De eerste Nederlandse vrouw met een vrouwtitel op de 400 meter. Het klinkt misschien heel dom, maar ik denk echt niemand hier verwachtte dat ik hier zou winnen. En ja, vooral na de laatste World Cup toen in Polen, dat ging gewoon echt niet goed. Maar ik voelde me ook heel erg goed. En ik wist gewoon dat ik de 12 weken voordat ik voor het WK hier in Tiel van het trainen weer een beetje, alleen nog merkte ik gewoon dat ik me steeds beter beginnen te voelen. En ja, dat het in de training wel uitwees dat ik wel in vorm weer. Dus ja, ergens of zag ik in mijn holle gewoon wel heel erg dat vertrouwen. Ik stond gewoon heel erg relaxed aan de start van, ja, ik heb er gewoon alles aan die en ik heb mijn eigen plan helemaal volgd en ik denk dat dit het beste voor mij is. Dus ja, ik wist wel dat het ergens zou kunnen lukken. En ja, je weet er natuurlijk nooit wat de concurrentie doet, maar ja, heel erg mooi dat het is gelukt. We sjuggen waarom. Femke, op die gouden dij van dij, treienmaat tot 2023. Moet vertrouwen op eigen kracht. Ze heeft het in zich. Ik ben natuurlijk wel zenuwachtig, maar toen ik al aan het inrijden weer het stadion ziet zafvult met al je meesten, ben ik gewoon zo'n positieve energie van, ja, kreeg. En toen, ja, toen stelden ze mij voor en ja, dat wie Sam mooi, hoe zei ze dat, dat publiek juichte, zag het. Daar kreeg ik zo'n motivatie van, dus Jos me ik helemaal leidje. Dat heb ik normaal helemaal net heel gauw, maar ik kreeg echt letterlijk kippenvel, dus ja, en toen tocht ik alleen maar, nou, let's go. Dat is een goede start van Kok, die heel goed wegkomt uit de startblokken. Mooi begin. Gaat dit inderdaad een 10-4 worden? Of kan het nog gekker? Hier is Kok, 10-4. Ja, 35. 10-35, dat is een mooi begin. Ik ben die week ervoor heel erg met mijn start bezig in de trainingen. Dus ik wist wel dat het er ergens in moest zitten. Maar ik wist net dat het echt direct uit zou komen. Dat is natuurlijk altijd oud wachtje. Maar ja, dat weer heel erg mooi dat ik zo'n goede evening heb. Want ik merkte gewoon dat ik echt supergoed uit de startblokken weer. Is dit dan zo'n uitschieter van Kok? Kun je wereldkampioen worden? Ja, ze kan het. Ze heeft het in zich. Nu, die laatste meters. 37:28, dat is een mooi begin. Maar is het genoeg? Ja, ik wist op dat moment net als het genoeg zou wezen. Want ja, het leidt natuurlijk aan de omstandigheden en alles en wat in concurrenten toch. En ik zie vrij in het begin. Dus ja, ik wist wel dat ik een hele goede race hier reed. Want ik wist gewoon, ik heb nergens iets litten lezen. Want dat, ja, soms heb je van die rit en dan voel je van, oké, ik heb daar iets litten lezen, ik heb daar iets litten lezen of als foutjes. En dat hier gewoon net. Dus ik wist wel dat ik op dat moment de beste race hier reed, die ik kon reed op dat moment. Maar ja, het is altijd ouwe wachtje. Dit is een tijd, daar hoef je niet voor te schamen.
Ik ben eigenlijk toen op dat moment na mijn rit zenuwachtiger dan sinds maar voor mijn rit. Omdat Novi het oud wacht. Dus, en ik wil al zo snel clear. Dus ik wil over het ijs, dus ik wil op het middenterrein. Dus dan ik denk bij mijn coach Dennis en bij mijn fysio. En ja, het wil gewoon echt zo spannend. Dus we hier elke keer, als er dan iemand riet, ik durfde bijna gewoon net te zien, omdat ik het zelf spannend vond. En dan wie het weer in lukt en dan weer het weer even, ja, dat we riet in. Hier komt de Jong. In 37, 86. Wereldkampioen. Kok is wereldkampioen. De eerste Nederlandse vrouw op de 500 meter die ooit in de geschiedenis van de afstandskampioenschappen de wereldtitel pakt. Femke Kok doet het in eigen huis, in Heerenveen, in Tialf. Dus is zo in die adrenaline en die spanningen zijn dan op het middenterrein. Ja, tuurlijk, dan weet je niet van, ik ben wereldkampioen. Maar dan zit je zo in zo'n stroomversnelling, dan word je snel het ijs op. Ik moest een ere ronde doen, meteen naar de prijsuitreiking, dit, dat. Komt zoveel op die oud. Dat is net even een moment als dat ze het echt kist beseffen. Dat komt pas echt, ja, een tientje letters is maar. Maar ik ben echt zo blij. Dus ja, het is echt super mooi. Ja, daar zie ik nog een hele mooie kroep maar die in orde zien. Ja, klopt. Maken dat het extra bijzonder dat het hier op die thuisbaan weer? Ja, vind ik wel. Ik vind het altijd superleuk om op Tialf te rijden. En dat je dan zo'n belangrijke wedstrijd hebt. En hun wisten ik, ja, hoe de aanloop ernaar tabi natuurlijk. Dat ik helemaal net volle vertrouwen hier. Omdat het eigenlijk het hele seizoen net zou rammen als hoe ik woer. Dus ja, hun wisten ik dat dit is maar de alles of niets poging wie van het seizoen is maar. Dus ja, die hebben alles van heel dicht bij mij maken. En dat hun er dan altijd bij binnen, dat, ja, dat maakt het wel extra mooi. Is er nog iets wat wij net weten rondom die vrouwentitel? Wat het misschien, nou ja, extra bijzonder maakt? Het haast midjes thuis onder het oerjaar west van de spanning. Of nee. Haast iets speciaals die je was het oors nooit dierest. Ja, dat hebben die in. Wat wil je het geheim van die vrouwentitel? Nou, dat heb ik eigenlijk net, denk ik. Toen kwam de voorbereiding, maar ik weet nog wel, het wie jongs best wel let op de Janne, weet je wel. En ja, dan had ze zo'n hulle die, dan werken ze eens maar naar die wedstrijd aan. Maar op een gegeven moment door het lang en dan had ze iets van, ik wil wel, weet je wel. Maar dan was ik wekkerbloeien en actief en weet ik veel wat. Dus ik weet nog, in de warming up, dan neem ik altijd nog even wat cafeïne, weet je wel. Dus ja, om gewoon extra aan te steken. En toen, nou, dus normaal neem ik dan, weet ik veel, dan neem ik een bepaald aantal milligram wat ik dan neem, helemaal net vol of zo. Dus ik gewoon een beetje dat stinks van, ja, dan steen ik straks on. En toen hing ik dat op en toen stond ik met mijn fysio en ik zei, ja, wat zou ik doen? Zou ik er nog in nemen of zou ik het net doen? Hij zei, ik voed me doen, want het is wel een WK. Dus toen heb ik nog eentje om, dus nog een extra tabletje. En ja, dit ging wel goed opblijkbaar, want ik stond goed aan bij het startschot. Dus ja, dat weer wel iets grappigs. Want normaal neem je gewoon, ja, net als ik de vol, ik neem helemaal net vol of zo, maar het is gewoon een beetje voor die zelf. Is wel als ik denk van, oké, ik steen on en dat doet al zo lang. En ja, toen zelf we nemen er een extra, joh. En het had wel geholpen. Want de haast historie kreun, dat is de eerste Nederlandse die de 400 meter wint. De 400 meter een heel internationaal noemen, maar een heel soort concurrentie. Maakt het altijd extra bijzonder? Ja, daar ben ik wel extra trots op. Want vooral in zo'n skaatsland als Nederland, wat eigenlijk alles al won had. En ja, daar ben ik net mee bezig als je aan de start steekt. Maar dat je dan achterhoudt, Jerren, dat je de eerste Nederlandse vrouw ooit binnen. Ja, dat is wel heel bijzonder en heel erg mooi. Hoe had het daarna West voor jou, dat je wereldkampioen bent? Is niet leven verloren? Nou, in principe ben ik gewoon hetzelfde blind. Maar het is wel dat, ja, voor meer mensen herkennen die. Of er komt van alles wat op die ouw. En ja, dat is ik wel weer heel erg leuk. Maar voor de rest net zo volle verroren, ja. Nee? Verneemst het via de net? Nee, ik ben elke dag nog steeds bezig om beter te worden. En dat zou ik net zo gauw verroren. Want ik wil heel graag het nog een keer helpen. Dus ja, in dat opzicht is er vrij weinig verroren. Vandaag was Kok op haar best. En dat zegt alles over Kok. They're away, and Schaefer's away well, and De Jong is away well, particularly for the Netherlands, and it's Wagner coming up, the defending champion. They're all on the line, De Jong is moving up, De Jong for the Netherlands, De Jong has done it! It is Dutch gold right at the end! De Jong ahead of Goncalves, and then a blanket! But Jo De Jong is the 100 meters world champion! In a championship record, tell well though nine. Ja, prachtig man, het Engelse commentaar erbij. Joël de Jong, de juiste beelden en de juiste beelden. Hoe juist waarom op dit moment?
Ja, dat is echt een geweldig moment geweest natuurlijk. Ja. Goud winnen op de 100 meter, het koningsnummer. Ja, dat is iets waar ik altijd van heb gedroomd. En... Biedt onverwachte ambitie? Ja, eerlijk gezegd wel. Ja. Hiervoor was mijn persoonlijk record 12:47. En ik liep daar in die finale 12:09. En ja, 14e in de atletiek is gewoon echt een hele grote verbetering. Dus geweldig jaar geweest. Ja. Ze kwam als een komeet bij de Paralympische Spelen van Rio de Janeiro. In 12 het sectional werd. Swimster Lisette Bruinsma van Wommels. Ze pakte doet 2 keer goud, 1 keer zilver en 2 keer broes. Ja, ik deed al jullie vragen aan succes. Want bij het WK in Manchester hellen ze op een nij 2 wereldtitels. Ze is ik hier te gast. Welkom Lisette. En dit week even zien naar die 2 gouden medailles. From the heats, the world champion 2019, the world record holder, Lisette Bruinsma. World record holder, been on great form this week. This is the S11 class, of course, swimmers with no vision. They'll all go into the turn together, and it is Bruinsma that gets her feet to the wall first. She had an excellent swim. Now she's currently in third position. Bruinsma leads. And Bruinsma into the finish now. Wang very close behind, all on the touch, all on the tap, and it's Bruinsma takes the title. 106.45 for Lisette Bruinsma. Yes, Lisette Bruinsma waving to the crowd. Big Dutch presence in the crowd tonight. Managed to stay in a straight line. She could go very quickly here this evening. And here it comes. Lisette Bruinsma into the closing stages now. And she will take another world title. 506.25 for Lisette Bruinsma. Ja, prachtig om die naam Lisette Bruinsma in het Engels uitspressen te hebben. Belippers dat ik even weer op naar als Joël krijgt? Ja, zeker. Ja, en ik heb die races natuurlijk al pikken jedder begon luisteren. Maar het bloot heel mooi. Omdat ze wist wat van Wurk er al hier achter zit. Ja, en eigenlijk, maar die 12 roortitels wist ik helemaal weer waarom op het niveau. Want in Tokio ging het dan qua medailles wat minder. Maar dat kerst nog net echt van spreken. Nee, zeker net. Ja, in 2019 heb ik mijn laatste gouden medaille op een internationaal toernooi. Dus ja, dat wie vrouwen hier lien. En dat, ja, dat wie net altijd even makkelijk. Maar ja, als je blauwe tros zetten, dan ja, is het echt wel fantastisch dat resultaat er wel op na is. En dat je weer progressie maakt. Dat is echt heel, heel leuk. Ja, we gaan en praten aanstaande nog eventjes weer waarom op dat moment. Of die momenten, een bedrijf van het WK in Manchester. Maar Joël, vandaag weer het hoogtepunt bij het WK in Parijs. Daar is natuurlijk in die Libben ik al heel wat mee maken. Bist nog maar 20 hier. Is het even waarom naar 2006? Dan bist er maar 4 hier als er botkanker bij die constateren wat. Ja. Maar dan bist er nog maar 4 hier. Wat krijg je dan al je van mij op dat stuit? Ja, echt bijna niet. Het is zo lang geleden en er is zoveel wat er dan gebeurt. Zeg maar, je verliest je been zeg maar, op 5-jarige leeftijd was het uiteindelijk. En ja, ik heb 14 chemokuren gehad en na de 7e moet je been eraf. En ja, je wereld stort dan gewoon in. En dan weet je niet wat je allemaal te wachten staat. En ja, als ik zeg maar nu kijk waar ik nu sta en wat ik allemaal heb bereikt, ja, dat is geweldig. Ja, ik zie die gloeien van... Ja, zeker. Ja, want dan moet je daar dus mee omgaan. Maar sinds wanneer komst u dan in onderhaking mooi atletiek? Dat was in 2016. En ja, aan het begin ben ik gaan leren lopen met de prothese via de revalidatie. Ja, dat ging met vallen en opstaan letterlijk. En ja, begonnen met voetballen en tennissen. Maar op een gegeven moment toen brak mijn prothese iedere keer door het voetballen. Want ja, de belasting was te groot. Ja, voetballers gewoon bij VVH. Zijn die drie weer volgens mij gewoon om profvoetballer te worden? Ja. Ja, precies. Maar die dream om profvoetballer te worden, maar een prothese? Ja, min of meer. Maar ja, als je zo jong bent, zeg maar, dan ben je er niet zo mee. Dan ga je dromen. Ja. Maar ja, op een gegeven moment brak die prothese echt elke week. En dat ging gewoon niet meer. En toen op een gegeven moment prothese maken, die had een uitnodiging doorstuurd. En uiteindelijk mocht ik dus op een bleed leren lopen. En zodoende ben ik een beetje ingerold. Ja, wie Gert van der Hoek. Ja. En zij heeft er dus voor het eerst op een bleed rond. En ging het al voortendalen goed? Koest je als het talent hier is? Ja, dat ging de eerste keer meteen wel heel goed eigenlijk, ja. Ik werd er uitgenodigd voor Papendal, voor een talententraining toen. En ja, gewoon om te proberen om te kijken of ik daadwerkelijk talent had. En ja, dat ging best goed. Dus toen ben ik erop. Ja, wacht even, dus hij is best goed. Ja. Maar hier is na een jaar al het Nederlands record op de 100 meter, op de 200 meter en op het vierspringen. Na een jaar. Ja. Ja, dus dan ben je een talent. Ja. Ja. Ja, maar wanneer ontdekt is dat het echt een talent had voor de atletiek, het hutdraven, het vierspringen? Ja, ik denk 2018. Toen kwalificeerde ik me voor het EK atletiek.
En daar haalde ik brons op de 100 meter. Dus ja, vanaf toen dacht ik wel echt van, oké, ik heb wel talent voor. Ik zat in Harlingen op school toen. Ja. En ja, toen heb ik dus mijn diploma gehaald. En ben ik verhuisd naar Amsterdam toen. Om daar fulltime te gaan trainen. Ja. En daar maak ik natuurlijk een heel soort progressie. Hè? Want als je nou weer omzicht naar de Olympische Spelen van Tokio. Ja. 2021, daar was nog zesde bij het vierspringen. Ja. Eerst in de finale van 100 meter. Ja. En twee jaar later. Brons en goud. Ja, dus die progressie zet hem toch wel heel hard terug. Ja, ja, en ik hoop dat het door blijft gaan, inderdaad. Ja. Hoger dan goud kan niet, hè? Wie zegt? Ja, maar nee, dat is hier. Nou ja, paralympisch goud hadden we net. Wel is er de volle indruk op natuurlijk. Paralympisch goud had hij nog net, hè? Nee. Want wie zegt dat zoals de Heroes goud kennen, dat klopt natuurlijk. Maar dan heeft eigenlijk wel een soort glykische verhaal als Joël. In die zin dat op begin maar zwem, internationaal zwem, ergens in 2014. En twee jaar later wist ik al. Op het top in Rio bij de Olympische Spelen. Ja, en we zitten nu wel heger als koud kinderen, maar wij zijn topsporters, wij vinden altijd wel wat om te verbeteren. En dat is mooi om en atletiek en zwemmen, die het keer wel verbeteren. Dus dat is ik ja, iets waar we heel erg mee bezig zijn. En dat kan ik, zit ik juist een technisch doel stellen of een tactisch doel, hoe deel ik mijn race in. Dus ik al hij al goud, er is nog verbetering. Ja, er is verbetering qua tijd, maar concurrentie zit natuurlijk ook net stil. Nee, zeker niet. Dus door in tijd verbetering, maar dertig wel misschien in plakken achter u gaan, ja. Met oren hudder verbetering. Ja, maar het is vooral belangrijk als topsporter dat hij zelf bloost ontwikkeling, want dan wist zelf dat ze er alles om dieren heeft. En dan kunnen ze zwijzen dat die finish net in kant op valt, want die hond het vrij in Manchester, die weer behoorlijk spannend. Ja, zeker. En jij denkt dat het close weer. Ja. als die zelf bloos verbetering en wist was de verdien heeft, dan kun je zelf niks verwieten. En ik denk dat dat het belangrijkste is, want op de concurrentie heeft net invloed wat die doet. Hoe die race trouwens, want ik krijg Shannon Lustrik in naar het fragment dat de 100 en de 400 meter wist. Bij de 400 wist oppermachtig. Een heel groot god. Viel dat ik zag? Nee, want ik heb net echt een beeld van wat de concurrentie doet. Okay. En iedereen hier in de series behoorlijk inhouden. Ja. En dat maakt het heel onverwacht wat iedereen giet won. Omdat de meesten wel wisten, al Kelly wil finale, dus die sparen je dan hun krachten. En ik kan wel eens een Chinees uit een ieder hoekje komen en van mij oontikken. Ja, maar dan krijg je in de wisselmomenten, dat is de wissel, dat is net van de coach of zat hij er? Nee, dat juist net en daar was ik helemaal net mee bezig geweest. Nee. Bij de 100 vrij viel ik wel dat die Chinees naast me line, toen dacht ik, nee, die kiest toen echt net van mij win. Ja, nee, want dat heb ik net op, die 100 meter wie het verschrikkelijk spannend. Ja. Dat is just op een gegeven moment dat je hem de lijn een beetje afwikken, alle twee, je hem loeken eigenlijk naar Kota. Ja, als het ware, viel er staan in? Ja, dan viel ik dat wel en toen dacht ik, dit keep me net gebeuren. Nee. Dat is ook de Marmien medaille van Trong is. Is, oh, dit klinkt als haast als haat en nijten. Ja. Nou, ik ken haar dan net zo goed. Okay. Maar Gia heb ik wel een gesprek gehoord met een tolk. Okay. Maar die in als een concurrent Engels praat, dan heeft wel wat jij contact. Maar ik gun een oor het goud best wel, maar mezelf dat krijgt wat meer. Zij het ik als tas. Ja, maat ik, ja. Joël, Kestley zetten natuurlijk. Zijn we al presteerd. Ze presteerde al op 2016. Toen wist hij natuurlijk nog volle meer aan het begin van die carrière. Maar hoe zus dan al die zetten? Ja, op een top sporten. Ja, zeker. Als je ziet wat ze allemaal heeft bereikt in het verleden. Ja, zeker. Dan is ze wel echt een van de grote Paralympische atleet op het moment, ja. Want we kennen elkaar, in die zin dat je elkaar was opzieken bij toernooien, de internationale toernooien, als de Spelen? Nou, de enige Spelen die we samen dienen hebben we in Tokio. En daar hebben we het eigenlijk verboden om elkaar op te zieken. Ja, hier zelfs ik nog hotels West-Hinnen moest als besmet weer, dus, hè? Ja, precies. Dus, maar hadden we iets maar de. Ja, we hebben dan een groepje Friese parasporthelden, met Friese Paralympiërs. Daar hebben we dan wel contact met elkaar. En ik hoop wel dat Joël een bakje koffie met me drinkt voor Parijs. Dan spreken we deze af. Ja, ja, want dit is bijzonder. Want eigenlijk zitten we hier, twee Paralympiërs van het jaar. Joël, daar is het nou correct worden. Ja. Daar is het in 2016 worden. Dat is alweer, dat is wat de volle zon, Jolien. Ja. Wat doet die titel maar bij Joël, als die no crack kriegen heeft? Ja, uiteindelijk gaat het om de prestaties op zo'n wedstrijd. Maar het is gewoon wel heel leuk om die waardering te krijgen van medesporters die dus op hem hebben gestemd en de vakjury. Dat is geweldig, ja. En er zijn zoveel Paralympische sporters waar je uit kan kiezen. En als ze mij daaruit kiezen, ja, dat vind ik een hele eer.
Ja, zei hij toen niks, jongen, ik wil hebben. Ja, nou, ik wie eigenlijk ik nog nooit op het sportgala was. Dus ik hier net echt een idee hoe grut het wie. En dan komt ze en dan is nomineerd. En denk ik, ja, shit, ik al hier wel. En ik wist die prijs ik nou. En dan, nou ja, dat is wel heel bijzonder. Maar de leeftijd een beetje op zo'n wolk. En alles, hoe komt er die hinnen? En dan, ze is letterlijk een keer thuis. Maar, en dan stiet hij in de feestje hangen. En denk ik, ja, het is eigenlijk toch wel heel bijzonder. Toen stond ik nog maar sexy in. Ja, klopt. Ja, volgens mij wie ik de jongste ooit. Maar dat weet ik net zeker. En nou, ik nog maar 23. Ja. Nou ja, je hebt kijk, Joël, zijn verhaal. Die verhaal is dat dan natuurlijk een visuele behinding haast. Jim, zullen denk ik rolmodellen wijzen van Ben die nou jong binnen en misschien ik een behinding heb en toch ik sporten willen. Ben je bewust van die taak en die functie? Jawel? Ja, zeker. Ja. Bijvoorbeeld in het verleden, dat is misschien ook wel goed om te vertellen. Toen mijn been eraf ging, wisten we niet wat ons te wachten stond. En mijn moeder die bestelde een scootmobiel. Die dacht van ja, dat is het. We weten niet wat er allemaal mogelijk is. En toen zei de revalidatiearts tegen ons van je gaat leren lopen op een prothese. Ja, en zo'n ervaring, dat gun ik eigenlijk niemand. Ik wil gewoon dat ze weten dat als je een prothese hebt, dan is alles gewoon mogelijk. Ja. Ja. Dat is mooi. Ja. Ja, dat mooi. Is wel mooi om dat uit te stralen. Oh, ja. Dat is voor mij, ik zou die zetten, dat is toch dat ik bewust ben, dat is toch jonger ben ik inspireerd? Ja, nou, ik denk net die zeker alleen nog jonger ben. En ik denk ik net per se alleen nog ben mijn handicap. Waar jou ik presentaties op basis kwam om te vertellen over mijn handicap. En ik heb dit hier een cursus presenteren die en om mijn verhaal nog beter te vertellen. Omdat ik, ja, ik heb zelf wel dingen leerd in mijn leven en die wil ik orgemeesken mooi aan. En dat ik orgemeesken daar maar een stukje helpen kan. Ja, dat vind ik fantastisch. Ja, wat heb je geleerd? Wat heb je geleerd? Nou ja, er zijn voor mij altijd drie dingen die ik dan mooi neem in mijn leven. En dat is, er zijn heel vaak dingen die wel goed gaan. En die vierde wel altijd, want het ervaren was vanzelfsprekend. Het tweede is altijd iets, als een grote uitdaging is, maak je het concreet. Dus nou, wat kan ik doen dwan om Paralympisch kampioen te worden in Parijs? Nou, dat is goed, gezond eten en bedierd op bed gaan bijvoorbeeld. Maar je stik door de kant weer op, dus even genieten, dat kan je stik helpen. En het derde is humor. Ja, dat maakt het toch alles een stukje leuker. Zeker, oh, zeker. Ja. Absoluut. Ja. En waar vies dat in, de humor? In alles. Ja. Gewoon de manier hoe ze dingen besjust. Ja, dat is wel eigenlijk als grapjes hoe maar zie, vind ik. En je moet soms een beetje rekening houden met hoe en hoor. Ja, de instiet, maar dat is dat ik gewoon bij wie's best is, maar wat voor soort grapjes als Martin kent. Ja, de wat ik hier van de morgen over Hans, die is onder andere passafalochter bij de KNZB, de zwemboen. En die vertelde ik dat als je hem dan wat zo kijk vertelt, het laan ingaan en dat hij is wel eens mooi, dat is toch een keiharde humor haast, over die eigen behinding ik. Ja, dat klopt. Toen zie ik bij hem in de auto, toen iedereen aan de telefoon zat, maar zo hier, wie is toch nou in de auto? Hè? Ze vinden net erg dat mijn auto een troep is, want het shit net. Ja, dat soort dingen. Ja, maar dat eigenlijk een beetje mijn gimmick gewoon omgaan. Ja, nou ja, ik denk dat het een stuk makkelijker maakt. Omdat ik is weer in een hoekje zitten googelen, maar er shit niks meer op. Nee. Zit er soms wel een soort van, hoe neem je dat ik weer? Dat is er net volle op praten, mooi of kinderen, viel je er ongemakkelijk bij soms? Ik net, maar orenmeesten wel. Dan rees toen strutten en een had een ouder een Bensie. En die vroeg het, mama, wat is dat? En dan heeft ze toen mijn stok. En dan zit die ouder, sst. Oh, ja. En dan ging ik naar daar, nou, goh, ik zun het volle. Hey. Dus ik heb een stok en dan kan ik veel wat de familie stiet, zodat ik nergens een hoorn bots. En dan ben die ouders toch wel heel dankbaar dat ze het even niet luistert. Ja. Joël, door rond in 2021 12.90 over de 100 meter. Bij dit WK van het oude nier wiet al 12.09. Wel uit die limiet? Ja, ik hoop onder de 12 seconden. Ja, dat is het doel. Die PR is 12.03. 03, ja. Dat heb ik in Zwitserland gelopen dit jaar. Dus ja, ik ben heel dichtbij en dat hoop ik op de Paralympische Spelen komend seizoen te doen. Ja, maar wat heeft voor jezelf een beetje in gedachten? Want daar ben je natuurlijk als sporter maar bezig, hè? Ja, 11.95 is het wereldrecord. Dus daar zit ik heel dichtbij. En die wil ik wel gaan verbreken, ja. Want die Braziliaan, dat is... is het doel. Ja, dus dat is eigenlijk die doel. Net alleen een 112, maar dat we wereldkoor. Helder doel stellen, hebben we geleerd van Lisette. Nou, dat is een redelijk helder doel. Ja. Helder doel. Ja. En die Braziliaan is die grote concurrent, Gonçalves. Gonçalves, ja. Zeker. En hoe presteert hij? Wordt hij hield hij maar sprongen beter of giet dat in lietsere stapjes? Ja, hij is tot nog toe de hele tijd wel gestaag vooruit gegaan. Alleen dit jaar had hij wat minder jaar.
Dus ja, we gaan zien wat het komend jaar gaat worden. Ja, want Jim hebben beide, Joël, maar zeker Lisette, al de data opskeuren. En die weet je hem zelf te hollen wanneer je hem prestaties leveren moet bij de Paralympische Spelen. Tak hem hier. Nou, het is meer, wij hebben dan de Spelen en dat is dag 1, dag 2 enzovoort. En dat weet ik dan echt exact. En de Spelen beginnen op 28 augustus, dus ik kan wel uitrekken niet, maar... ja. Ja, volgens mij krijg ik inderdaad soms september de 100 vrij. En voor jou het vrij is dan volgens mij 30 augustus. Ook het woord. Ja, staat de vooral titel op de 100 en de voor jou 100. Ben dat dan ik de 12 afstanden Westie vooral gefocust? Ja, dat is de focus. DNS heb ik nog een limiet op de 50 vrij en de 200 wissel. Dus ik denk dat ik die er ik wil bijgaan dan. Maar dat moeten we nou even precies zien hoe we dat uitzetten. Wat het slimst is. En van die, dat geldt eigenlijk voor beide, maar Lisette te beginnen. Waar ben je tevreden mee? Als het in Parijs haast mooi doet? Dat ik het idee heb dat ik daar onder start steer en alles van dien heb. En dat ik kan genieten. Dat vind ik heel belangrijk. Dus en drukst het net in plakken uit, maar meer in dat is de toppen van die kunnen. Ja, en dan denk ik dat ik het dichtst bij die gouden medaille kan komen. En hoe zit dat voor jou al? Dat sluit me aan, ja. Ik ga er keihard voor werken en alles ervoor doen om topfit aan de start te verschijnen. En dan zien we waar dat toe leidt. Dan is de 100, 200 en de 4 springen daar binnen treien onderdeel. En we hebben... Alleen 100 en verspringen. Dus geen 200? Nee. Oké. Nou, we wensen je in beide, Lisette Bruinsma en Joël de Jong, een heel soort succes. Dankjewel. Geniet nog even van de prestaties van dit hier. En dan de blik vol op Parijs 2024. En van de hierwissel van zelfs volle lokken zijn in Nijen. Hetzelfde. Ja. Verschillen worden groter. Groot-Brittannië neemt afstand. Maar kijk eens, Nederland ligt op medaillepositie. Heeft zich teruggevochten. Maar Nederland begint te schuiven. En ik durf te zeggen dat er een kans is. Niet alleen op brons, maar ook zilver. Want Nederland heeft de hoogste snelheid van iedereen. En Vetter, kijkers gillen, kijkers schreeuwen. Kijk haar zien dat er misschien iets mogelijk is richting Groot-Brittannië. Het is nog maar een halve lengte en Nederland is op stoom. Gaan ze het doen? Het einde is in zicht. De finish is daar. Nederland nu nog op plaats 2. Probeert te vechten voor die eerste plek. Het is een prachtig gevecht. Een gevecht dat op het nippertje verloren wordt als Groot-Brittannië net genoeg overhoudt. Groot-Brittannië is wereldkampioen. Nederland opnieuw zilver. Jaap van der Bij. Ja, Van der Bij. Die eerste WK-medaille. Maar die is ik al EK-goud. Dit weer dan WK-zilver. Welke weer eigenlijk mooier? Het waren totaal verschillende omlopen. En ja, ik kan wel leren dat het heel belangrijk is dat hij meer naar Jim was dan naar de medaille zelf. Die goud is heel mooi omdat we de coronatijd kwamen weer met jou jongens. En daar hebben we een eigen plan eigenlijk van maken. Volgende keer we het best naar ta. En ja, met alle regels moesten we daar een beetje doorheen werken. Ja, wie in de Fjouwmans boord, dit is wie in de 108 eigenlijk. En dat weer heel speciaal. Omdat we moesten via een herkansing moesten we naar die finale ta. De winnaar die überhaupt op huzing zetten hier. Ja, en hier zien we al de gang weer dezelfde kant op, om zo maar te zeggen. En met dit zitten we heel lang in selectieproces. Ik ben correct doorschakelen van het dubbel naar het skuln. Dus dan haast 12 riem vast per persoon naar het boordroeien weg. Werk toen ook dat gouting helle hier. Dus ik moest weer omschakelen naar dat. Dan komt hij in een orenploeg. De ploeg weer verwisselen naar het EK weg. Jongere jongens erin. En ja, maar in achteren had ik een andere dynamiek. Dus een heel andere aanloop eigenlijk. Dus ja, ik vind ze eigenlijk allebei even mooi. Maar ja, als het kijk zou het goud. Goud is wel mooier. Krijg het pintje mooi. Toch het EK goud. Ja. En die WK goud komt natuurlijk nog een keer. Ja, maar het is de eerste WK medaille. En dat is echt iets heel speciaals. Nou, Olympische Spelen is een prachtig moment misschien van de eerste gouden medaille. Ja. Dus zullen we direct een medaille hoe dan. Want Imke, we hadden die race Jette en Sjoen. Die eerste wereldtitel in de 12 zonder. Je bent naar 1500 meter al 3,5 seconden voor. Ja. Je bent er dus enorm vlug van start gegaan. Neem eens mee in die race. Waarom dien je hem dat zo op die manier? Nou, hier in de hele finale hier ik Shin-Hen race. Alleen nog toen kwamen ze de krekel hier weer aan het einde. En dus toen hier hebben we wel betocht van oké, hadden we voorlisten we rijden toen ik wel voor u te start. Maar we toch nog even matten daar een beetje dan. Dus nu noemen we dat Ljocht tussen de boorten, meidje. Want oorst dan hoor je hoop, zeg maar. Als je dan viel je dat wel. Dat is maar dat iemand eigenlijk nog best wel in de buurt is. Dus je matte heulen even. Echt een stuk investeren om nog even 2 meter via de voeten te lissen, zeg maar. Merkel dat er niks te hel in valt. Dat er niks te hel in valt en dat jouwt je in hoop. En dan,
volgens mij wie het verschil op de 1500 groter dan op de 2000. Want je investeert natuurlijk en je mat het ergens bij inleveren. Maar... Je verzuren enorm liep het bij, hè, dan? Ja, ja, dat is het hele spelletje eigenlijk, een beetje mij roeien. Dat je, ja, je matten net staat volle verzuren, dat je net meer kunnen roeien. Maar je matten eigenlijk wel alles, Jan, dat je, ja, want dat alles, Jan, is nodig om aan wind over de streep te komen. Ja. Maar toch win je hem oppermachtig. We winnen oppermachtig, maar het hier net 100 meter langer met het worden, ja? Nee, dan ben je het op clear best, denk ik. Oh ja. Ja, zeker. Dat zit dan natuurlijk in de twaamansboord, de kans van de fjouwer. Ja. Hoe oors is dat? Ja, dat is best wel oors. Ja, ja, de snelheid van de boot is oors. Dus ja, het wordt alleen best wel wat langer. Dus dat is, ja. Soms denk je, ach ja, is het heerlijk om dan weer even in een heel snelle boot te zitten. Maar het is heel fijn. Ja, het is heel leuk om dat meisje in Twaan te dwalen. Weer haar een supergoeie klik. Om dan, Veronique, ja, meester, dat mijn Veronique en Doc al jeerden mij haar. Hier, zo'n hier al zit je met z'n Twaan. Ja, nou ja, dus dan vaak inderdaad meisje in Fjouwer. Maar ja, we zijn ook wel echt maten. En ja, het is heel leuk om dit met haar samen te dwalen. Wat dan... had ik eigenlijk, als je met je Twaan niet aan boord zitten, maak je dan echt bierwerfs, zoals ik als deze wilde? Nou, goed net. Maar het maakt het wel je volle leuker natuurlijk. En wat Jan zei, het is... Ja, uiteindelijk ga je een moment waarop je moet presteren. Maar ja, dus jullie dat je samen met het trainen. En dan is het natuurlijk superleuk dat het dan eigenlijk een hele leuke tiert is en een mooi avontuur samen is. Ja, ja, want hier met Machine Boy, dus al meer dan zo'n hier bij elkaar. Ja. Als die assen, yes, en dat we zelfs nog maar het EK en het WK in één jaar tiert, de held van de boord die we wisselen. Hè? Hoe is dat voor jou om dan weer heel tijd met oren jongens dan in die Holland achter te zitten? Nou, in dit geval. Dat is het mooie van hoe we het nou doen. We zijn al niet een grote groep eigenlijk. Dus de jongens zelf kest wel. Maar ja, ik zit bijvoorbeeld met Sander de Gravingen boord. En daar ga ik het EK koud mee halen. Die kest al heel goed. En er zitten nog een hoorde jongens die ik nou eentje. Die is tegelijk met mij begonnen met roeien. En we gaan samen traject naar de roeibond in. Alleen ja, ik mocht tegen jou zitten. En hij moest dan reserve wijzen. Nou ja, daar had zo'n oren soort klik bij. En ja, er was gewoon 8 verschillende persoonlijkheden. En die... kennen samen wisselen worden. Dat 50% ooit gaat. Ja, als de groepsdynamiek gaat heel andere kant op. Maar zo zou het niet willen wat Imke dan het, dat je samen op elkaar inspelen, rek, rijtje, al je langer maar elkaar roeien. Dat is dat ik wel eens worst. Ja, maar dat heb ik al vaker nog beleefd. Dus het is gewoon heel leuk om dat af en toe weer te vinden. Het opnieuw zieken vind ik ook een leuke uitdaging. En ja, ik zou nou ook waarom naar deze voorbereiding is voor mij heel mooi geweest. Omdat ik ben van boordroeien naar skullen te gaan, naar gruttere noemerskullen. Nee, de 8 ta als het ware, en dan ben ik vanuit de 12 zonder selecties. Nee, 4 zonder selecties. Nee, de 8 eindigen. Dus als al die noemers gaan, eigenlijk in 12 heel irriteerd. Ja, dat elke keer mag de ploeg wel onder praat krijgen. Mag de, ja, swing samen bevinden. En ja, dan is het heel mooi als de Sanië samen zijn. En als het komen moest de hondjes zien van, oh ja, maar dit moeten we doen. Maar ik vind het had ook wel wat dat je dat net weet en dan... heel veel maten bepraten van, maar wat bedoelen we nou eigenlijk? En praten we met Bill Cordell. Maar Maastricht, elke keer weer verzwaren dat je überhaupt in een boot komt. Ja. Wat, hoe gaat dat? Ja, nou, we beginnen naar de, altijd eigenlijk mijn selecties. Daar ben ik naar de Tokio mee begonnen. En dat dienen we in Iermansboord, de skiff nemen we dat. Want dan kerst het zelf chillen. Nou, daar ben ik eigenlijk mee begonnen. En toen gingen we, ja, we hebben daar vanuit de boorten van Meert. Toen hadden we dat het hier erop nog een keer dienen. En dan dit hier had ze zijn van, nou, wie weet eigenlijk waar het al je goud ha. En daar hebben we wat meer zekerheid in. Maar alles wat de chin onhengt, wat we zien dat het sneller kan. Wat voor uzing hadden we, dat we het 2 zonder. Dus dan kregen we een partner toewezen. En daarmee moesten we de selectie race doen. En ja, we krijgen eind volgende week het jaar en wat de boorten worden. Dus eigenlijk weet ik dan net ook in welke boord ik verder speel. Oké. Want de boord is al pleits voor de Olympische Spelen, nee, voor die ik Iemtje. Het lijkt het meer voor die dat het... Wat haast wist is dat je hem begint, toch? Je bent als persoon net pleits, maar als boord, maar het is bij je wel een ABC'tje, toch? Ja, ben je in de gemakshalve even vanuit dat het mij. Ja. Ik zag Jan, die is wat objectiever misschien. Die zag ook juist tiktakken, definitief via de Likers Jan. Ja, ze noemen dan ook gewoon alle ploegen, maar bezig is maar bij de 8. Dan zit iedereen van, oeh, wat wordt dit? Ja. En het is maar bij de vrouwen 2, denk ik wel, dat maakt wel heel gek erin. Hoe groot is bij jou de kans dan, Jan, als dat bij zit? Nou, ik had wel goed in de ronde selecties in mijn eigen 9. Dus ik had het idee dat ik het wel goed in had. Maar ja, ik ben net de baas, hè? Dus dat is het verschil. De baas beslist. Eentje zaak komt wel goed. Maar ja, je krijgt toch een beetje een situatie wat nou bij het reten in Nick het geval is. Hè? Dat je Kjeld Nuijzen hier en je juist er op televisie zit van al die selectiemomenten. En het NK afstanden is dan de mij topwijze om je te plaatsen voor het WK. Jelt het bij hem in het roeien, Nick, dat je misschien nou al
bij die selectie eigenlijk in topvorm zijn. Ja. Maar dan wil ze het eigenlijk pas bij de Olympische Spelen. Nou, had ze het gelukkig vier keer nog van Lutsen dat we dit op deze manier kennen doen. Dus, je kan weinig pieken. Ja, dus we hebben wel een aanloop naar de selectie staan. En het is ook een soort piekmoment eigenlijk, de selecties. Dus de coach zou ik wel zijn van ja, short ik gewoon een trainingsmoment. Want het, ja, we weten eigenlijk al heel volle van Jim van de Aronde Jeren. We hebben een paar na jongens erbij, die kennen dan in goed lucht komen te staan. Maar wist ik was ervoor Aron de Jeren die in haast was dorst als helemaal fit best, maar was ik dorst als dat net helemaal best. En we weten gewoon dat iedereen net helemaal fit is. Dus ja, dat, ja dan maar hopen we eigenlijk dat dat genoeg is van Aron de Jeren en dan dat het kwijtje de goede kant op valt. Maar ja. Maar ja, maar omdat ik bij die Holland 8 inderdaad nou wat weer te peer weekend voordat je hem naar het WK te komen, fjouwer nog vervangen waren in die beurs. Ja, we gaan vier weken trainen gewoon voor het WK zo. Ja. Als je een 8. Ja. Maar en tegelijkertijd een kikje op dat WK, nou, we zeggen de race niet gekregen. Je kan op het eind echt nog heel dicht bij Engeland, Groot-Brittannië. Ja. Dus dan is er, zit ik nog wel wat rek in van mijn gevoel. Ik weet niet hoe dat bij de concurrenten is, maar... Ja, nou, dat is op zich wel het grap van als bij de 58 league is tussen EK en WK, haast twee totale worden ploegen. Op het EK hebben we een heel volwassen groep die eigenlijk... Koers is er van, oké, maar we gaan mij zo aan dit deel zetten en zag je het dwaan. En nou, toen rolde er dan geen goud uit. Maar ja, dan we het idee van, nou gaan we een race deel zetten. We hebben op trok kunnen bouwen eigenlijk. En na het WK, daar ging een hele jonge ploeg. Heel gretig eigenlijk om te, gewoon te willen dwaan. En dan merkst, ja, in zo'n race ik, dan, ja, we zo vaak hut starten en dan doen we het net op het WK bijvoorbeeld. Dat is steeds van, ja, hoe kan dit nou even jitten? Maar ja, vervolgens wel... 1200 meter in een sprintje zitten, omdat we, ja, we matten maar, want anders hebben we niks. En dan komt die jeugdgieter uit en dan viel het in de hele ploeg en dan is naar Silver daar. Ja, dan was een heel oren race, terwijl bij die oren heel goede start hier een heel stuk, zwier een witte stuk. Alleen toen kon we het in een eindsprint net eruit krijgen, omdat ja, we hier al Sabot meisje nogal investeert, maar we hebben maximaal die in. Nederland is er staan gewoon een beetje uitgroeid aan roeigrutmacht. Daar heb ik de naam van Elko Meenhorst, de coach wordt hij vaak inneemt. Is ik de coach van het hier worden, Kwartlien. Bovenonder de medaillespiegel op het WK Nederland. Ja. En in een interview zei je dat hij vooral bij de vrouwen de meeste progressie onnota nog boekt. Herkent hij daarin, Imke en Luiter BM, Bedij en Veronique in die twee zonder nog meer mogelijkheden om progressie te halen? Ja, ik denk, wij doen dit schema minder lang. En, want wij binnen naar Tokio binnen wisselt van hoofdcoach. En ja, dus ik denk wel dat we dus, ja, terug deze manier van trainen lang is het wel dat je nog best wel wat progressie kunnen boeken. Ja, hij zei dat ik het beter belezen en betere timing van de stages. Ja, ja, dat is dan. Ja, op zich, ze hadden dan ouder dan hier, had ze het krek wat oor zien dan het eerder voor. En dan, ja. Dat je dan je zee evalueren om te zien wat nou het beste gaat werken. En ja, uiteindelijk wie dan de timing van Oudon hier beter. En dan ja, zie je dan nou nog weer een hoogtestage voor de Olympische Spelen plakken. Dus na je er eigenlijk twee, had je een periode van drie weken op heugde, drie weken thuis en dan weer drie weken op heugde. En dan volgens mij rond drie weken ongeveer weer leeg en dan weer in de Olympische Spelen. En ja, ze zien dat dat blok, ja, dat maakt het je in waan. Dus, nou, merk ze dat ook. Was onder hem wel sterker worden best? Was de roeister? Ja, op zich. Het is een hele oren aanpak en je kent het heel slecht. Ja, slecht. Je kent natuurlijk de resultaten vergelijk je. Maar ja, je fysieke progressie kun je... Ik word bijna moeilijk vergelijk je, want we binnen ik verroren van indoor apparaten. Dus ja, maar ik weet wel, ben ik wel gewoon terug... Meidje nou volle meer oeren en dan wel op lage intensiteit. Dus gewoon hele lange trainingen doen. Dus je meidje echt een keer zo volle roei halen. En denk ik wel dat dat mij heel erg helpt. En dat ik echt wel beter ben in roeien. En dat in ieder geval, tenminste als ik nou naar mijn roeien schaf, ik word iets blier van dan de skofkeling. Ja, he, dus, dat kan je dus ik. Ja, ja, zeker. Ja, wees je gewoon altijd naar de plet. Hoe je het erin, hoe je het eruit. En ja, dat je het nou wel wat netter dan voorheen. Maar ja, dat is ook logisch, want je roeien werf jou die langer dan dat je... Toen die dus. Maar is dat indoor apparaten trigger me dat ik wel is dat kom ik wel eens bij de sportschool zit ik op zo'n apparaatje is dat de meeste vergelijkbare wat is een indoor apparaat dan? Ja, in principe dan? Dus wel. Dat is dan ja, je noemt het een ergometer en je houdt er verschillende merken van. En ja, het is een statische ergometer en die zit gewoon vast en dan beweeg je zelf eigenlijk op een del. En nu zitten we dus op een dynamische ergometer en dan ja, beweegt het hele apparaat en dan bloot je zelf redelijk op hetzelfde plak zitten en dan is de druk op je onderrug wat minder hoog, want dat is een
volle voorkomende blessure. En daarom is dan gekozen voor dit apparaat, voor deze groep Meesing. Nou. Ja. En even van de Meesing Tuzie had ik geen idee hoe sterk je hem binnen en hoe rap dat gaat. Ja. Ik zit wel eens op zijn apparaat. Ik ga je hem doorgaan aan 2 kilometer. Jammer. Ja. In de wedstrijd ben ik geen beeld van. Maar nee, vooral zo hard kan ik je vertellen. Ja. Ik ga even één keer 2 kilometer knalt. Ja. Wat is je persoonlijk record op 2 kilometer? Wat, op zo'n ergometer? Nou, weet je nog gedaan. Het is maar, ik denk wel dat het een split seconde shit. Dus het. Weet nog dan. Hoe lang je oer 400 meter doen, want dat noem je dan de split. En weet nog, ja, mijn split wat er dan zit, is dan in 38. En okay. Jan, die doet, wat is het? Nou, maar is die 25. Ja, in 28. In 28. Ja, goed. 4 minuten 50. Ja, in 50 officieel. 4 minuten in 50. Ja. En als het Shin was, ja, dat is die komt. En die op NK. Dus Kesk online Shin. Ik heb veel race en hoe kom die nou? Oh ja. Nou, dan zei, nee, hebben we het dus nooit weer. Maar dat zei het hoeveel lang ik roed. Dat zei teamje dus heel mooi. Van toen ben we oerstap. Dus ik ga hem één keer heel hut meedoen op het NK in december. En daarna ben we oerstap naar de RP3. En ja, toen ik het nog bij de roeibond omdat ze hut weer. En dan. Ja. Toen ga ik er nooit weer op zitten. Nee. Wist ik hier van de beste in Nederland op wat met die. Nee. Oh. Oh. Nou, net langer zelfs? Nou ja, misschien tot 4. Oh, dat wel. Ja, dat is ik al. Maar 4 minuten, ik die er 8:44 hoe trouwde. En het verschil om wat, hoe volle sterk je bent. Ik zou heel veel Meenhorst eens even bellen. Ja. Maar dat is pas wel een goede punt. Hè. Dat is, ik denk, waarom Droeje net heel bekend is. Van, het is een heel onbekend in te beelden wat het inhoudt eigenlijk. Ja. Zoals schaatsen iedereen had was overeen staan. En je weet gewoon van, nou ja, ik dit allemaal het lezen, wordt vrij sfeer. Hetzelfde als mijn hut erin. Maar ja, met roeien praten we heel veel in 400 meter splits, terwijl het is 2 kilometer. Ja. Maar ja, dat jouwt dus het meeste feedback, omdat we dan weten van, oh, we zitten in een goede richting. We weten gewoon, de eerste 400 meter kunnen we iets harder doen dan de middelste tours dat waren, maar de laatste 400 kunnen dan weer eindsprinten, omdat eigenlijk op de laatste haal net meer bewegen kerst. Nee. Dat is een beetje het idee. Hè? En, ja, ik zou dan ook het skaatsnack, dus we zijn volop bezig. En dan, ja, dus juist ik van, en alle tussentien bloeien dan zou volle mogelijk gelijk. En dat is eigenlijk bij mijn roeien precies hetzelfde. Vlakke race. Ja, gewoon vlakke race. Dan ben je 32. Ja. Van roeien, mag het nou gebeuren, denk ik, in 2024? Waar hoopst op in hokkerboord? In hokkerboord was dat komen. Zo snel wel fjouwer die worden. Maar in hokkerboord hoopst en komen die talenten van diezelfde het beste uit? Ja. Nou, ik vind de 8 is gewoon een heel mooi nummer. Want het is, koningsnummer wil ik wel zeggen. Ja, het is koningsnummer. Het is maar 8 individuen in dezelfde kant op. En Jochen eigenlijk, want de Stuur, je had er ook nog bij. En die had dan eigenlijk nog het meeste zin. Dat is heel apart, hè. Maar zat iemand je zei, als toen mijn in je zist en Sonny mijn dien hast. En dan krijg je als bekroning goud, omdat ze mij z'n 12 dien hast. Ja, dan. Haast iets subliems eigenlijk. Maar hetzelfde is mijn 8. Hè? En ja, ik ken bij elk nummer, kijk, die wil iets vertellen. Wij trok zo zeggen, oh, dat zou geweldig zijn als dat. Ja, precies. Alle nummers hebben een charme. Ja, absoluut. Nou ja, daar was dan wel trouw, maar 32 jaar is dan zit wel op het piekmoment van die carrière. Maar misschien. Hoe zei het? Hoe is werk jullie dan hadden? Wij zijn al voorbij. Ja, wij zijn er voorbij. Maar één keer is 28. Ja. Je hebt al correct die Australiërs dus verslijn. Ja. Silver wist al hoe het is. Dan is er eigenlijk maar één plakje bij hem vergeten in Parijs. Dan is er druk even op. Ja. Ja. Toch? Nou ja, dat hebben we het luisterd zelf ik natuurlijk, dus dat scheelt. Maar het mat gebeuren, ja, dat is er dan wel. Maar, ja, we wilden dat natuurlijk, ik denk misschien zelf het allerlaatste voor. En ben je zin of dat... Want je begint ooit het WK dan nooit van de Australiërs en de Roemenen woen. Roemenen Wolles. Maar nou slagen dat wel. Bleuwen die twee de grote concurrenten? Wist ik al dat dezelfde boord bleuwde? Of is dat al je nog gewoon wist? Nou, ik denk wel, want Australië is eigenlijk een heel goed seizoen draait. Behalve dan, is het tweede plak zo slecht? Nee, ik net. Nee. Maar ze had ik een wereldrecord, hoe heet het, ouder dan de Ier. En ze ben ik echt goed. Dus ik denk dat ik mij probeerde. Maar ja, van hetzelfde sisters daar in Australië. Je weet niet wat er geïnde is natuurlijk. Maar dit wie dus net goed genoeg. Je mij nou in de fjouwer, dan treffen we ze net. Dat is me krek welke twaalf is dan zien horen. Dat is wel ingewikkeld in de roeien top. Ja, je zucht dat op de eerste wereldbeker zucht je bij iedereen zit. En dan denk je, oh ja, nou dan. Wist wel trouwens de eerste Friese ooit die een wereldtitel pakt? Ja, leuk. Dat? Ja, nee, eigenlijk net.
Nou ja, binnen net een Protte Meesing die eigenlijk in de roei. En ja, wie is eigenlijk Olly Ebbel, diegene die wereldkampioen binnen. Roelof Klein, kist die? Ja, die won in Njontje 100 de eerste Nederlandse gouden medaille op de Olympische Spelen. Die kwam met Lemmer. Maar dat wie een roeien. Ja. Maar dat wie Olympisch goud. Ja, dat is WK goud. Ja. Historisch besef. Dus Jan, eindtak een week wist al het. En wist al wat ik hemkje. Ja. En in het tussentijd... Ik viel al spannend. Was. Ja. Ja, nou ja, zij heeft... Eerlijk net de Schelling. Ja, net de Schelling, wat is het eigenlijk? Hoe neemt ze dat qua? Dan ben ik Fries gehoord kwijt. Skielge. Skielge, ja. Dank u wel. Chris. Ja, ik luister alleen maar op onder Friesland dat Bramwest weer weet het hotel wat ik boekte hier. Maar Dus je hebt een stuurt, het blinkt goed te wijzen. Oh. Maar toen dacht ik, oh ja, dit is gezellig. Maar wees je op zonder succes komende weken. En natuurlijk ik het komende IER 2024. Echt supermooi dat je hier even wien. Trainer Henk de Jong stie hoe het faratie zond en hier weer op het veld als H-trainer van Cambuur. Door 12 man zult de Jong mij de directie van Cambuur om tafel om te evalueren in hoe het giet. Het liket joert in het Cambuurstadion krekt al hebben je de tiert en skoft weer omdraait. Een fanatiek coachende Henk de Jong als trainer van Cambuur. Het is nou een jaar dat de Jong ophouden mast. In de tussentijd is er een hoop bad. Waaronder het slimme sierkwijzen terug de kiesten in zijn hollen en daarna de riskante operatie. Maar dat leidt alweer achter hem. En ik zie er zelf niet van mij toch. Ik begin er maar weer gewoon, maar het is eigenlijk net normaal. En nou, een kanon ding, dan krijg ik piekenvel. En ja, het is heel speciaal, Geert. Heel speciaal. Henk de Jong, welkom. Mooi dat je er bent. Hoe is het om nou weer heel dol weer rond te wijzen? Ja, het is eigenlijk weer gewoon als altijd vier. He, we hinten krijgen hoe we journaal kwamen, we journaal. Tuurlijk maakt dit wel even een vorm, dit is dit hier. Maar ja, dat is, ik denk er niet eens aan. Het is west, ik zit weer midden in mijn leven. En wat we het mooiste vinden, dat is trainen. En mijn ploeg bezig zijn, mijn staf bezig zijn, maar de club bezig zijn. Dus ben je eigenlijk weer zo bezig als het voor dit moment ik weer. Ja, dat is een goed teken. Ja, maar dat is ons leven. Ik ben een unieke club, dat vind ik mooi. Ik vind het echt mooi om bij Cambuur te trainen. Kijk ik maar de Graafschap. Maar Cambuur is een beetje mijn club. Het is mijn club. Ja. Speciale club, net makkelijk. Maar wij wonen het makkelijk. Wij willen iets presteren met Chinon. En dat doen we met Chinon. Maar dat ik uw rol vind ik wel mooi daarin. Hè? En mijn rol ik. Maar ja, dit is West. En ik had geluk gewoon dat ik trainer weer. Want daarom probeer ik dat ik. Jullie zeggen, Henk, wij weten hoe het viel. Maar ik vind het wel mooi om oren mee te helpen, want die ben kansloos. En ik ga gewoon geluk gewoon met dit ding in mijn kop, dat ik trainer van Cambuur weer. Hij is 68 jaar, maar nog heel tijd gedreven als altijd. Al jaren onder de top in het marathonretrieden, maar vanzelfs ik op de keuzesdienstbaan. Ja, Jillet Anema. In 2014 waard Jorrit Bergsma onder zijn leiding Olympisch kampioen op de 10 kilometer in Sochi. En op dit stuit binnen Irene Schouten en Marijke Groenewoud, 12 van de blikvangers. En intussen vanzelfs ik het Amerikaanse fenomeen Jordan Stolz, die er verkeerd had om onder zijn hoede uit te komen. Daar gaat Groenewoud. En dat is de 1-2 punch. Wie heeft hier een antwoord op? Malte is de assistent van Blondin. Die heeft geen antwoord meer. Die heeft zich net. Nee, en Blondin zelf ook niet. En daarachter overeind. De armen naar de zijkant, de armen omhoog. Dit is de tweede wereldtitel voor Marijke Groenewoud. Een perfect plan, perfect uitgevoerd. En daarvoor zet coach Jillet Anema. We zagen er net twee bijzondere troeven in. Twee wereldkampioenen namelijk. Irene Schouten en Marijke Groenewoud. Ploeggenoten van Maaike Verwij. En zij eindigen als 1-2 en bezorgen daarmee Verwij de definitieve zege in de marathon. Sjoerd den Hertog, die uit de kopgroep ontsnapt in de laatste 2 kilometer. Wat heeft deze ploeg tactisch fantastisch gereden vandaag. Den Hertog wint dus deze eerste grote wedstrijd op natuurreis in Zweden. De armen gaan los, de laatste sprint. Tjalf staat niemand meer op de banken. En dat gaat doen in een grootse, grootse race. Die hij brengt naar een nieuw nationaal record. 6:41.25. En niet vaak is hier het aardig. Dit emotioneel. Is prachtig. Dit is, hier komt alles naar buiten. Ja, prachtig om te herinneren en prachtig om te zien op Dai TV. Jullie allemaal welkom.
Die maar toch, er is één man hier in deze studio die shirt net naar de beelden en die wil eigenlijk ik net leven net jaren. En dat is toch. Waarom shirt er net naar? Nee, ik, artikelen lees ik net en dingen waarom Shen net. Nee. Op waar naar de volgende? Dan ben je altijd waande, het kan nog beter, ik wil nog meer succes. Ja, dat kan wel wezen, dat is bepaalde dingen altijd mis je het, zeg maar. Maar we hadden u nodig om rond te zien op het eerst wat toen 53 heel het. Net dat een game gong. Ja, maar kerst dan ook vangen niet in die momenten natuurlijk, maar dan houden we de blik op vrucht. Als je bent aan het trainen en dat programma was toen makkelijkst is bedoeld om te winnen. En dan gebeurt dat, dan is dat een logisch gevolg van alles wat er voor die in heeft. En dus. Ja, er is niks apart aan. Maar krijgt dat net dat die droom verstoord wordt of dat paard west opbrengt, dan is het hoe komen we naast dat paard te lonen? En dat best op focus, ik moet zeggen. Maar gewoon het win zelf, dat is een vrij logische gevolg van. Want er is de hele ploeg altijd mee bezig. En ik heb dus ik een jongsvullend college over wat nou winnen is. Waarom nou als het 400 meter is? Ik heb mijn jongen traind. Aan alle 400 van het seizoen is er 12 seconden verschil tussen is best. En dus wat is dat? Wat dat bepaalt, die kwaadziende, zeg maar. Nou, en dat lees ik eruit. En dan hoop ik dat er een aantal vrouwen in de zaal binnen die hun BNO's opvoeren. Want anders dan ben we bijna de vijfde WK-finale die we verliezen. Want we winnen een volk van losers. Het is gewoon een verschrikking. Daar hebben we het zeker mooi door, hè? Maar het feit dat dus ik in dat filmpje emotioneel wist. Meestal vind ik dat mooi. Daar staan die emoties vrij. Best wel een emotioneel man toch? Not het wat ouder wordt. Hij zou wat de camera aan de andere kant opzetten. Waarom? Ja, nee, maar god, nou, je zie je altijd nog met trainen of wat dan ik of het verhaal erachter. En dan denk ik van, geet je hem niks aan. Waarom geeft het dus dat niet? Dat is helpt het vies om net die emoties te litten? Nou, die emotie die daar speelt, die speelt zich al vanwege een aantal redenen die nooit bekend worden. Jen. Nooit? Nee, dat kunnen we net vertellen. Want dat maakt het in je net sneller. Dat je het zelfs waarschijnlijk zwaar net in je langzamer wordt. Dat is iets tussen jij en in dit geval de Rietster? Nee. Ik speel altijd wel een rol. Maar er zijn omstandigheden zeg maar, die de verzwargen dat het gewoon even op next level westbist. En dan ren je over hele smalle marges. En dan krijgt hij een sporter die is op warm deer in de dik en die helle struut, zeg maar, en dan doet ze dit. Nou, dit is echt heel uniek geweest. Heel uniek geweest. En dat is dan toch ook de reden van de emotie die is nou uitluist? Of zit er dan nog iets achter wat wij net weten of snappen? Ja, of? Ja maar dat moet ik net bekend worden, zeg Mercedes. Het is helemaal niet spectaculair. Maar dat soort dingen, dat je het in je net sneller maakt. En daar ben je altijd bezig, maar dat het wolhudder je. Okay, dus. Maar ik vind het wel mooi, want ik word wel emotioneel van die, als ik die joch. En dat gaat dan puur om sport. Hoe kan die eens uit te weten? Dan geniet ik. Ik heb een beetje een idee van was de oude dienast en was dienast mijn spotters. En dan shock dat en dan haak ik de training in. Gewoon omdat ik misschien trainer ben. Dat heb ik maar daar ik wel. Ja. Zeg maar dat je weet dat hij een bevlogen is. Ja. En als toch zo, en dan heeft nog meer, dan heeft hij in feite 20 man. Ja. En dan dus het jit vaak net om degene werd het goed met je. Nee, het jit om de oren. Het jit om die oren. En die master bij hoor. En dat is het geen, nou ja, dat weet ik donders goed. Want had de ploeg gewoon, ik maar in je dwarslid erin zit, dat net in het gereel krijgt, dan kun je een hele ploeg kiezen, gewoon tussen de klauwen te rollen. Die persoonfeesten van de water. Ja, van de water. Kijk maar aan, Henk. Daar ken ik via de best maar. Alleen, daar nemen we wel afscheid van. Ja. Want daar komen we net op dat moment net verder mee. En dat doe ik. Als je in huis zit, dan houdt het op. Zo simpel is. Daar heb ik geen ruzie mee. Maar dat is dan clear. Ja. Dat is dan clear. Nou, in de andere setting kan zijn niet een geweldig functioneren, maar in de setting dat Sto op dat moment van Regen Hest, en dat kind bijvoorbeeld in je wijze heel geschikt is van een liende rol, maar dan worst hem hebben in dat team van diende rol, dan krijg je gewoon zo de midden. Ja. Henk, we moeten het inderdaad toch wel even hebben over die turbulente 2023. Net alleen nog het sportieve aspect, wel het meeste zullen we het hebben zelf. Maar dit wie een rollercoaster voor die 2023, hè? Jawel. In maart nog in Nijmegen geopereerd. Dat gaat gelukkig al gek goed. Ik wist op een gegeven moment dat ik ziek weer. En dan jouw ik wat delen. En dan denk ik net zeuren. En ik toen ik heel min weer na de operatie. Het is zo misschien wel verkeerd. Ik dacht, nou, ik net zeuren. Dus mij erbij en mijn vrouw weer erbij. Ik denk net emoties tonen. Dus de meisjes dan, dat kennen het.
Maar ik miste wel mijn werk. En dat is wel zin. Ik heb me aan zo'n zin in het leven, maar 4 minuten later. Dan reed ik in de auto en dan weer de zinneskind trodde bij hem. En dan kreeg ik prikkels. En dan voel ik haast in sleep in de auto, dus dan koek ik niks meer. Maar ik wou de hele dag bezig werden, fanatiek werden. Mensen achter de broek zitten, maar wel op een manier dat ze beter worden. Maar ik gewoon belangrijk worden voor de club. Of gewoon hoe is die zelf net wezen? Ik wil om 10 en mijn Henk. Nee, ik hoe net met mijn kracht, nou. Aan wat je dat had aan een ploeg, aan individuele sports, dat koek ik niet meer. Nee, want ik lees in een interview dat er misschien wel 20 woorden van 24 eigenlijk sliepen woordest. Ja, ik kon het dus. Maar nee. Dat kan je mee gebeuren. Dat kan je zelfs heel wat gebeuren. Als je iets in holle krijgt en het drukt ergens op, dan ben je kansloos. Ik kan het er net zelf weer drukken. Ja, als poekeltje, dan kan het eruit en het is voort. Maar dat is dit net. Dus dat weer heel frustrerend. Maar ik had thuis ook net zeur. Krijg ik nog nooit zeur. Net zeuren. Maar de omgeving kan er toch niks aan doen. En ik word er net beter van de omgeving. Net mijn vrouw, mijn bandjes, mijn mem, mijn heid leefde toen nog. Die meesten worden daar alleen maar ongelukkig van. Ja. Dat heb je natuurlijk ook vooral gekend in de media. De street die het Henk toen leveren moest. Dus hoe gaat hij ermee om? Nou, er zit er uit de sham wat de kans is dat hij er weer uitkomt. En hij heeft meer dan 30 jaar in het ziekenhuis werken. Dus dan weet je wel dat er binnen bepaalde dingen waar hij totaal geen invloed op heeft. Die heel belangrijk binnen voor dat het wel of net lukt. Maar dan heb je eigenlijk het idee, dan show je hoe je ermee omgeet. En dan weet je gewoon van, nou, als er iemand een kans heeft om gewoon daar eigenlijk restloos uit te komen. Dan is het dit karakter, dat moet je dan hebben. En dat komt inderdaad net zeuren, komt er wel bij. Dat pakken ze als het is. Op dat moment en dan kist het ik weer alles pakken als alles er weer is. En dan komt het uiteindelijk de goed uit. Stierst nog onder contract bij Cambuur. Binnen denk Hilbert was toch ik haast. Ik ben gewoon supporter van hem. Het is gewoon hoe hij is. Maar zo is ik was mijn dokter uit Eindhoven die dacht, nou, die man die spreekt me aan hoe die doet als trainer. En letter toen er net meer goed weer. En die doet me gewoon een berichtje op LinkedIn. Bied ik nog zijn excuses aan dat er meer breed door. Maar toen ik vond direct, dit is mijn kans. Nou komt kloer. Nou komt goed. Want ik hier net kanker. Nee, dus nee, ik had zo'n ding in de kop. Maar ik hier net kanker. En er zijn oren meisjes die ben al je kansloos. Maar Henk de Jong net. Dus als ik geopereerd word, dacht ik, dan kom ik er weer bovenop. Ja. Zag ik altijd toch. En dat is ik zo, hè? Want dan viel hij echt. Ja, ik viel me hartstikke goed. Alleen je vergeet het doordat je in West bent en dat ik ouder word gewoon. Dus ik was de jongens met de bed. Dat is toen ik was aan mijn tijd. Dat is denk ik nog niet meer. Ja, je de bed. Ik maak de jongens was een met de bed. Maar ik ben bijna 60 en toen ben je iets ouder. Maar je doet een hoop. Het gaat de hele tijd terug. Zoals ouder aan het tongetje. Nou, hier, zij zo'n interviews nog achter de training aan. Mij dit beelden, mij dit. Ja, dat geeft me terug en dat geeft me terug. Maar dat gaat goed. Ja, dat gaat geweldig. Dus ik afsloten. Ja, maar toch hier is natuurlijk net, denk ik, in maart 2023, dat je zitten zoerdest als H-trainer van Sportclub Cambuur. Nee. En dat is de zaak toch ik weer wat onder praat kreeg heeft nou ja, in de periode. Dat weet ik net de bedoeling. Zo, toen ik jaren dat ik beter werd, toen zei ik, nou oké, ik moest het wel bekend maken, maar ik ben beter. Dus wat ik net zei, dat ik beter ben, krijg ik je naar je club. Of je er niks verkeerd. Nee, dan. Alleen dat je gewoon druk. Wie je binnen toch? Dat wie gewoon druk, snap ik wel, op George Ulte. Wat een geweldige man, waar ik geweldig mee ken. Maar dat wie helemaal net de bedoeling. Want als nou een andere club kan, wie ik tegen ga, gewoon al om alles maar te. Dat ik nog geen praatjes erover. Nee. Ik ging wel voort. Zo denk je dan. Dat is hartstikke onjong bij de club. Ja, dat kan je. En dan wie ik wel wat interesse. En ik zei, nou, dan ging ik wel voort. Wie NAC en Willem II echt concreet? Nee, NAC net. Maar Willem II heeft wel contact met mijn zaak nemen. Maar die gaan geweldige trainer hellen. Die doet geweldig, dus dat vind ik hartstikke mooi. Ja, geweldig. Dus, en NAC had ik een goede trainer met Van Gassel. Dus dat is hartstikke goed. Maar ik denk, dan had Cambuur geen les van mij. Had George geen les van mij. Zo denk je dan maar. Dan ga je toch ergens oors in. Het roem wat oors, want Charles Ulte waren op een gegeven moment ontslaan in oktober. Toen best al benaderen om de H-trainer te worden. Nou, hier is natuurlijk onteind van het hier nog een contract. Ik ging in orde kans, hè. Want Ad de Graaf, die Mendjes zei er Henk, woensdag moet je ervoor. Ik zei, maar dat ken hem. Ja, woensdag moet je ervoor. Klaar. Ja, die ik vraag. Zeg, daar spreek ik bij vertrouwen nu natuurlijk. Ja. Dat zou ik eerst dat ik uitwissen. Maar hij heeft een contract dat al in dit jaar. Ja. In de Leeuwd Kranten is die van de weekend nog een interview. Maar uit de Graaf die zei van nou, over die contractverlenging. Hij moet eerst helemaal fit zijn. Heeft de club dan nog een beetje zwaarder dat het mogelijk net zo is? Nee, dat had ze net. Dat weet ze ondertussen dat ik gesprek hebben gewoon. En ik ben gewoon fit. En in deze dagen, dan bel je me ook ander. En dan maken we dingetjes goed. De toekomst, we krijgen een nieuw stadion. Ik vind dat wat Krekels zei, trainer ben van een prachtige club.
Dat nieuwe stadion, eigenlijk hebben we goud in handen. Alleen het moet er even uitkomen. Dus ja, op dit moment vind ik gewoon een A-trainer bij een B-ploeg. Hè? Dan wordt het wel even kwijt, maar dat maakt je er niks uit. Ja, maar dat zijn ze wel meer, meisje. Maar ik chauffeur verder. Ja, ja. Maar je hebt een enorm potentieel. Ja. En als Cambuur, hoe dat leeft, al dingen meer. Ja. En als dan die raddraai is, als dat eruit helst, dan is het. En ik heb twee jongens in je team en een squadzoon. En ik ben een poer Cambuur-fan. Dus ik krijg alle berichten. Ik ben machtig. Gewoon een insider. Ja? Ja, maar Cambuur is machtig. Ja. Het is een pad. En er binnen. Peer, maar dan ging ik gewoon heen, ik heb me niks verrekken. He, maar er zijn een peer gekkies die door dat. Ja, het werd de laatste wedstrijd in Wiener. Ja, dat is nog helemaal niet. Op het veld, maar dat is stil aan water. Dan doe je die duizenden en dan ben ik harde kern, jongens. Bij. Die ben keihard op het beelig. Maar die staan altijd achter me, die steunen altijd met die club. Maar die peer gekken, ja, die verknoeit dan. En ik in het resultaat. He. Ja, absoluut. Maar dan zou je van de club in ondertussen dat ik fit ben, is dan een contractverlenging een formaliteit? Nou, dat mag je uitkomen en dat zal één deze dagen gebeuren. Je verwacht je nou gewoon spannende opmerkingen. Dat ga je zeggen. Dat is elke keer met journalisten hetzelfde. Je bent er helemaal ziek van, man. Een primeurtje. Toch wel vrede. Dat doe je me helemaal tevreden. Die man is hartstikke gezellig. Dit is de lustrus, de harkes. Die veer helemaal op. En dan ben je met de zeur een contractverlenging af, man. Je mag het toch even. Maar dat komt goed, Henk, dus. Nou, tjoh, ik word krek als zij over de club. Maar oorzom, de club had gewoon oorlijk lang goed voor me geweest. Ja. Ik ben positief. Ja. Dus het lijkt dat als het de club positief is, dan kan al je woorden komen. Maar nogmaals, dat ben ik ook. Okay. Jullie gaan de telefoon. Ja, ik mag hier wat aan de gang. Op de telefoon, want die vindt dit net een scherm meer. Van die met jullie doen nooit aan het werk. Het is natuurlijk op dit stuit druk bij de NK Oostan. Juster, toch wel een goede dag met Irene Schouten en Marijke Groenewoud. En Elise Dul. Ja, ik nog. Die gaat rijden. Dus, dat vind ik mooi, dus dat zei het. Want ik zei ze beide erin. We zien dat Famke van de Jong, of Rijpma de Jong. Antwoord. En die zei ze op een gegeven moment, werkje. Ja. En toen zei ik je in die aan, ik zei, maar is dat Famke erin? En toen reisde ze nog 15, 20 meter achter of zo, 15 meter. En toen koos je dat zo kwam, hè? Als je Marijke en Irene, de heste oren maatstaven voor. He, maar Elisa, gewoon, ja, die zit ik al sowieso nu bij huis. En dit is een van de weinigen. We hebben eigenlijk alle rieden zelf in PR-motie. Zij heeft twee keer een hier gewoon dat ze geen PR rieden. En ik zeg wel eens in je. Ja, doof vertrouwd. Ik denk zelf dat ze het net kent, maar wij jongen nog wel in die. En dan dat die dat doet. Ja. Dat emotioneert die ik. Zij dan toch de progressie pakt. Dat is iets dat want daar ben je maar bezig. Dat probeert iedereen beter te maken. En de wist dat de Ian die had er meer moeite mee. Gewoon, sommigen ben makken van topsport. En dan ben ik sommigen die ben er net van maken, maar ze kunnen wel hard rijden. Ja, en dan kiest gewoon die mensen helpen met die ervaring. En als dat dan lukt, ja. Dat is het mooie aan je zorg. Maar dat had ze bij Irene Schouten tegen voor kwam gekregen. Maar die koeien die marathons, twee vingers in de neus. En ze koeien die horen wedstrijd niet al lang winnen. Maar de crisis in het kopje net voor kwam er volgens mij. En dat had ze toen eruit gekregen. Klopt het of klopt het net? Want ik zit gewoon in het kopje. Ik door dat net onderschuwen. Maar Henk zit wel waar. Wie maar die traaien die vijfke, die is al lang winnen kan. Ja. Maar dan kries je in het kopje. Oh, daar rijdt hij misschien 4 meter voor me. Wat verdomme, ik ken het net. Nee. Je bent niet wilden, hè? Dat heb ik net zo. Ik wilde net gewoon... Maar zou ik eerst dat zo'n Rietster van Dijna toch nog die progressie maakt. En we sturen er helemaal heel van. Dat ik die kracht als het zo lang volhouden kerst? Nou, ik heb gewoon eigenlijk het idee dat het net volhouden is. Omdat de eerste dag dat ik in het ziekenhuis roem, gewoon als stagiair eigenlijk. En mensen beter maken, mijn kennis trooi aan om mensen. Dat doe je eigenlijk. Ik vertel gewoon van nee, dan moet je het zo en zeggen. En dan krijg je zoveel van mensen waarom. Dus dat is gewoon wat ik ben. Ik ben maar de wiesvinger omheen geboren. Dus, maar dan is dat kost je een energie. En dan krijg ik die mensen ik die dan bleed ben, dat ze hopen heeft. Het is gewoon een geweldig vak. Ja, en nu doe je dat in een sport waarbij dat er een enorme vergrootglas opsteert. En dat we het belangrijk maken, wils dat ik denk dat ik mijn bestaande mensen in het ziekenhuis meer wier maken heb dan hier. Want het is
Het is alleen maar ik jouw kennis droog. En dus het is de sporter zelf. De jouw stond zien je mensen kennis droog. En er ben twa en die jinder heel goed marine. Die oorhaagt de kennis ik. Het ja. is dus net zo dat wordt aan mij tajon. Maar ja, ik zeg altijd ik heb aan mijn kont hangen. Want ik vertel die oren het ik. En hij is natuurlijk een team hè, om die hen en over. Woest net waarom zijn op het hier, maar wat weer in hechtpunt? Nou, dat speelt ze net op 3 nog, maar nee, dat ging ik net gewoon, dat zeg je hem even wie is maar als je kom even. Hè, dat ging ik je schouder, je de schouder stond die nog net. Gewoon. En maar dat was ik een short tracker de bippen, dat vind ik mooi hè. Stel even wat van short track was. Ja. Ja. Nee, maar die has te maken. Nee, short track is een hele oor item is daarmee. We hebben ooit een interview gehad over het vercommercialiseren van Olympische Spelen. Ja. En dus de top, de IOC, vind ik gewoon dat die gewoon eigenlijk de sporten beconcurreert. Ze hebben bijvoorbeeld een triathlon, dat is heel simpel, lange 4. En dan maakt ze de Olympische afstand. En dan is er volgens mij, die is voorheen al meer weer rugstreeks op televisie geweest toeren. Het is nog net meer. Ze maken die sport kapot, het IOC. En ik vind dat wij dat net tast in litten met. En dus ze hebben nooit. En dan, nou ja, ze wel voetbal bij hebben met WK. Voetbal is gewoon belangrijker dan Olympische Spelen. Het zit altijd in blauwe. Ja. Bleeuw dan van voetbal al. Ja. Dat hoeft net groter. Nee, en maar zaal. Hoe die short trekken. Bleeuwsma broek. Ja, nou, maar in de stad. Dus, hè? Ja. Ik ging dus dat interview ging erover. En ik bijvoorbeeld, dat als het op fietsen, kist alles al doen. En dan hebben we mijn fiets crossen. Van die vierste liedse fietsjes bij volwassen kerels en vrouwen. Erop. En dan van Helk, ja, en ik nog gevaarlijk. He, maar die hege Helk is als er hard onder. Uh-huh. En dat vier mensen dan mooi. En toen kwam het door gevaar in de sport. En de oordalingen bij fietsen. We hebben dan het voor de snelste oordaling prijs aan wol. En als fysiotherapeut, ik maak die mensen mooi die er dan naast komen. Ja. En bijvoorbeeld nooit wedsporten. En dat is ik. Want wat mensen net weten, dat in het short track hoeveel mensen daar blessures van hebben. Ja, ja. En hoe lang die blessures binnen vanwege die wand. Werd ze maar enorm snelheden langs rijden. En dus het gitterhoer maak je die wand gewoon flexibel. Die futs komen in en lees er gewoon een artificial ease. Hè, gewoon plastic ease omheen. Mm-hmm. Dat ze daardoor hinnen glietje kennen. En dus daar ging het om. Nou. Ja. En dus, en ik zei, ja, die sporten die moest net op spelen, hè, die gevaarlijk binnen. En dat ging mij om het fietscrossen. Ja, ja, ja. En ja. Nou kreeg dat om zo'n plankje over een leuning in de glizie. Ik voel wel dat er iemand een dwarslesie krijgt, toch dat trainen van die gouden medaille. Ja. Dat ze gewoon juridisch een zaak aanspannen in het IOC. Dat zij mensen gewoon in staat stellen willen een gouden medaille te winnen, toch dat ze dat trainen. Want dat je een aantal een heel oor mensen, heel lading mensen gewoon ongelukken van krijgen. Punt maken. Ja. En dat hier ik met short track. En toen vreeg de Sjoerd, dus short track mag van de spelen nou. En ik wist, ja, dan wordt het misschien besprutsen. Ja. Ik zei, ja, short track van de spelen nou. Maar dat gaat om het gevaar en net om de sport zelf, die via de prima is. En dan praten we nog even verder met Henk de Jong, de trainer van SC Cambuur. Het is winterstop. Bist al dwanen met nieuwe spelers? Ja, maar die hier krijg ik even hoor. Maar iets wijzen wat post. We hadden proef nog een beetje op de rails. He, en ik weet ook wel dat we een groeiend team binnen, dat we net een team binnen van Traijeling. Maar het moet wel passen. En er is een. Ik zei wel Joost Bekka, maar al wie een keepje maakt, dan juist dus jeelt uit, een proteïeelt voor een Joost Bek. Maar dan haal ik liever, uit drie maanden, vier maanden, een hele goede boetenspeler of wat dan ik. Of het jeelt nog dan het ha. En dan kan je wel in alle bochten roeien, maar we maken wel goede dingen doen. En dan ontwikkel ik nou liever terug, zonder de hele boel in de wat te brengen. Want die Rosbeck die mat komen tussen aanhalingstekens, omdat er een sfeer bestuurder is bij Kaskili. Ja. Die is de rest van het seizoen nu skekelen. Maar hoe groot achter is nou dan de kans dat er wel een vervanger van hem komt? Nou, dat is even al wat. Er is op dit moment net zo volle yield. Nee. Maar als we dan voor yield hebben, wij juist het dan uit. Hè? Juist het aan een back, was het misschien ook wel zelf oplossen kerst. Of aan een hele creatieve, snelle orenspeler die weer iets teweeg brengt. Nou, zo ben ik aan het denken. He, of iets krijgen wat is voor de, wat, dan kan je beter iets huren. Ja. Dan haast maar weinig kosten. En dan kerst ik steeds aan het einde van het seizoen: oké, we horen diegene. Of we doen hem voort. Maar nou doet iets, best er misschien een proteïeld bij jou. Ja. Ik bedoel ik net raar, hè? Want ik ben hartstikke gek met Rios Beck. Maar aan Rios Beck. Dus zo ben je aan het zien. Hoe doen we dat? Maar dus hing het natuurlijk altijd GMI, als spelers voort gaan. Ulrike is die contract erin te A. Je hebt daar wel wat geruchten dat er misschien voortgeert. Ja, wat net voort is. En wat voortgeert, wat er net is, dat is clear.
En daar hebben we dus lijstjes klaar. Als je hem altijd in je voet gaat, dan weet ik, nou komt er geld vrij. Ja. Want dan moet ze wel betalen. En dan kunnen wij zelf wat doen. En anders kunnen we op dit moment weinig tot niks doen. Wat zijn die doelstellingen nog voor het tweede helft van het seizoen? Want in het begin ging het onder Ulte wisselvallig. Een soort doelpunten zien. Door heeft het in ieder geval inslagen dan om dat een beetje te verorien. Wat was zelf? Wel makkelijk zien, hè? Toch wel, hè? We krijgen nog wel makkelijk zien, vind ik. Handhaving, dat is het doel. Dat kennen we net uit. Maar wat is die eigen? We zien een na-competitie, Harry. En daarin maakt het stadion vol. En het zit elke week vol. Het zit 10.000 mensen elke twee weken. Hè? Net normaal. Hè? Nee. En dat maken we dan helemaal vol. Hè? En dat we ook naar het nieuwe stadion. Dat we het nieuwe stadion ook uitverkocht hebben. Want dat wordt echt gigantisch mooi. En dan ben ik juist naar Diana geweest. Die heeft er nooit zo. En zei, hè? Wat is dit hier? Het zit naast de ISO. Dus ik zei, hoe staat het? Dan kerst me aan mooi wat helpen met die jonge jongens. Ik kom langs. Ja, doe best gewoon welkom. Altijd. Wie is vorige week in het dat vind ik leuk. Bob de Jong, hè? Oh, ja. De kerst misschien. Ja, die ben natuurlijk wel. Ja, dat wist ik net. Maar die rent stage bij Cambuur Verbind. Dus ik ben op die eenzame ouderen. Ik denk, nee, Marianne, even Cambuur Verbind, die meisjes verrassen. En denk, die man, Bob de Jong. Ik zei, Bob de Jong. Je nooit verwacht dat die man bij Cambuur Verbind bij de eenzame ouderen dat er de boer rondbrengt. Dus, maar tjoh, die rent bij u staat. Die maakt aan met mijn fysiek trainers. Het wordt hier de performance trainers. maar dit maakt de mij ook in contact brengen. Dat we maar, en als Tonkie komen, dat we maar kunnen praten over hoe ding. Ja, maar zo bij Jervin, hij natuurlijk spotstaat Jervin en waar van alles zit. Maar bij jou is dat natuurlijk ik wel een beetje de bedoeling. Hè? Dat Cambuur Stadion ik zou het zo mooi vinden. Ieder had zijn eigen ding. Ja. Maar hoe trainingen, hoe fysieke trainingen, hoe krachttrainingen. En is daar winst bij Berlin nog bij? Ik heb me heel erg voetbal in maar dat had ik niet verstaan. Maar dat weet ik net. Is dat nou... Nee, want ik dwar het in om te zeggen. Maar wat voor kosten jou tot Cambuur, denk je dat het nieuwe stadion werd nog trouwens ik weer 6 miljoen van de gemeente extra even bijkomt? Ja. Wat voor opties jou dat? We kesten net onderuit, het moest. Hè, want het matkleer. Dat jouwt zelfvolle meer uitstraling. Hoe groter het stadion is, hoe duurder je spelers binnen. Mag je maar zo nadenken. Als Heerenveen een speler verkepert en die zit in de Eredivisie, dan is hij 8 miljoen waardig. Als wij in de Eredivisie zitten en we verkepen een speler, is hij 1 miljoen waardig. Hoe groter je club wordt, hoe meer een sterk aan verdienen is. En dat is net alleen het dat, maar dat is ik. De hoeveelheid mensen, de hoeveelheid sponsoren, de skyboxen, et cetera. Ik denk dat je het meeste verdienen kennen door een goed economisch beleid. En er net een voetbalsupporter deel zetten op die positie, maar niet goed met geld om je kan. Ja, dat is gewoon hartstikke. En dan een goede opleiding. Ja, nou, en daar zijn we mee bezig. Hè? Dat is in beide gevallen, omdat Jelle zei, beide punten is op dit moment. Dus Jelle gaat er staan van, dus ik maak mijn excuus weer aanbieden. Ja. Maar dat klopt. Maar ik maak hem een beetje prikkelen, want ik vind het wel mooi. Nee, maar dat klopt precies. En we hebben een goede jeugd, we zijn er heel goed bezig. We hebben een hele goede technisch directeur. Een jonge vent die daar heel goed mee bezig is. Dus dan maken we wennen op zoek. En ik is beter een specialist dan waar Ian zo'n voetballer. Ik zeg ze altijd van, als we in IJsland voetballen moeten, dan is dat net even de walk-over. Nee. IJsland heeft minder inwenners dan Friesland. Ja, dat is bijzonder, hè? Ja, het is heel simpel. We doen iets gewoon. En hier destijds een collega. En die hier dus zijn zoon. Die spelen bij de jeugdopleiding van Jervin. En dan Jerk hoe dat ging. Ik denk dat is dé manier om te zwaren dat die jongen nooit topper wordt. Klopt. Maar zo in Ljouwert. Ja, dan groei je net een soort fysieke voetbalstraat. Als je bent gewoon in Ljouwert. Ben je natuurlijk niet. Je bent gewoon echt onzin. Zo. Oh, meestal kunnen we zin. Ze zijn er wel. Wij krijgen visite. Wij krijgen speciale gasten. Goeiedag. Genk Wiersma, deputaire van de provincie Friesland. En Anne-Jochem de Vries van Sport Friesland. Allebei de welkom. Goeie. Dus even op. Ja, ik zou zeggen, kom erbij. Hoi. Misschien Anne-Jochem, dat we op een bank zitten worst even. Ja, goed. Mooi, goed zo. Morgen van Wiersma. Ja, goeiemorgen. Welkom op deze dag van Oortiers Dij. Wat brengt jou hier? Ja, ik kom hier een beetje invallen natuurlijk, maar ja, ik kan hier vertellen dat de overprijs van de sportmomenten, dat gaat dit hier, er is een heel lang brief geweest, een vakjury die had er echt goed toe geweest, wie een hele lastige keuze, omdat er gewoon heel prutte momenten en meesken wel wie en die dit hier de mij beleend worden kon. Maar de keuze is vallen op Jillet. En ik moet zeggen, je bent natuurlijk een icoon.
Joha een heel soort. Het is jouw grote talent om talenten grote meidje. En ja, daar willen we jou mee beleren, mij de overpriers van de sportmomenten. Ja, hele grote rieders hij op begeleerd. Er is eigenlijk alles woon wat er te winnen valt. En we zien ja, Bob de Jong, Arjen Stroetinga, Jorrit Bergsma. Stroetinga had nog steeds zo'n titels op zijn naam. Bergsma waar onder jouw leiding Olympisch kampioen op de 10.000 meter in Sochi. En nou ja, ek Irene Schouten, Marijke Groenewoud, nou ja, we kennen ze al hier natuurlijk. En ja, dat is jouw grote talent, om die talenten op jouw eigen wijze, grote meidje. En ja, ik zou zeggen, gefeliciteerd. Ja, ja, dank je wel. Ja, heel wel gebied. Mooi, hè? Oh, oh, deze, de schaal. De schaal, ja, trek bij. Ja. Ja. De laatste winnaar, wie Epke Sonderland. Dus wat dat onbelaat, nou, een mooi opvolger. Zo, ja. De knetters. Nou, ja. Ik zal uiting gaan aan wat ik ben. Ik ben sprakeloos. Mooi. Nou, dat gebeurt net vaak. Ik had just Joene nog even een interview. Mijn Amerikaanse interviewers had ik even veromsjoen. En het gebeurt net zo vaak. We zijn correct achter bij de regie. Ek. Nou, hij had redens weer goed scherp, Joert. Want Jim... dus, ja. Maar wel verzinnen. En ja, heel nou. Gruts dat jou dit van Friesland en Friesland zou op elkaar zetten. Ja. Hartstikke mooi. Dit is inderdaad de provinciale sportprijs die het zond 2010 de overprijs is. Femke Wiers van Tigertank. Misschien Henk, dan krijg even vregen mooi dat Anne Jochem de Vries, de directeur van Sport Friesland, op die stoel zit. Ah, mooi. Oh, ja, omdat we wat een behinding hebben in microfoons. Anne Jochem de Vries, want ook kerst nog wat meer vertellen over de jury. Dat is onderdeel van de jury. Ja, dat klopt. Misschien kerst het zelf even vertellen. Ja, en wel een bijzonder onderdeel in dit geval, want ik ben onderdeel van de jury, maar ik stem nooit mooi. Dus ik maak wel advies, ja. Maar dit is de jury die wordt vormd door Omroep Friesland en Leeuwardenkranten, vakmeesken, vakjournalisten, onder leiding van de voorzitter Wiebe Wieling. En die hint het mij mijn koor wel even dreig mij. Want het is wild, het is luxe. Wat kennen wij kiezen in Friesland, is mooie sportmeesken. Misschien niet zelf volle budget hebben van de meerskip, van de sport zelf. En als, van waar wij als Friesen wat versteren. En het weer heel uitsprutsen, nou verdijen het. Ja, het maakt nou wijze, tochten we. En dat is weer unaniem. Ja, het zou van hij het haast voert. Dat is het haast voert. Oh, ik bedoel van donderop maar op, daar is die prijs. Nee, ik denk dat dit... Samen hadden we net. Maar Jelle, wat vies ervan? De overprijs 2023? Nou, ik heb gewoon altijd met dit soort dingen ik dat is ja, eigenlijk van mijn BN. Zeg maar, want ik wierde net. En dus ja. Dus het is voor hun. Van mooi. En ja, ik hoop dat ze een beetje groot binnen op me. Denk ik ook. Dat denk ik. Ik denk dat ze zelf ook heel groot kunnen zijn. Ja, ja, dat is het wel, zeg maar. Zeg, ja. Ja. Ja, goed. Ja. Ik ben onderin. De aankomst, meesten die hier hartstikke groot ben in Friesland, maar tachtelijke tijd vind ik groot wijzen op die wijze. Is echt weer bijzonder. En dat, ik denk dat we daar mijn koor een protte van leren kennen. Dat er een heel soort trainers ben in Friesland die daar een protte van leren. En dat een heel soort sporters ons zitten te komen die dit ook heel graag willen. Die deze toppen ik weer bereiken willen. Nou, hoe mooi kan het wezen? Niet correct, had Jillet Anema de sportoeuvreprijs van 2023 gekregen. Is dat een beetje bekaam? Nee, ja, ik ben sprakeloos, ja, de flabbergasted. Meestal dat soort dingen, ik ook coach van hier. Ik vind dat een schandalige manier altijd. Ik vind dat coaches wat doen, hè. Dan moet ze al hier op het podium zetten en dan moet net een wedstrijd van maken. Dat is zo oncoachachtig, zeg maar. Hè. Dus de juist op achtergrond. Dus daar meld ik me vooral nog nooit aan mij. Maar deze keer maar dit is krijg wat de oorsleeuw. Nou, wij dachten wel, deze mening hoorde ik, dus we dachten wel van, oh jee, hoe zou die erop reageren? Maar dit is wel mooi. Ja, maar ja, goed. Maar, ja. Ja, ja, ja. Dus ik hier echt toch dat Henk hem krijgt, hoor. Ja, ik zeg die ik naar je en Wiesen. Ja,
Ja. Ja, en ik wist het toen Chris. Ja, dat ik 100% ja, gewoon gemeen. Want dit is gewoon voor, ja, die, voor die hele leven eigenlijk iets. Was al je presteert als. En net no. En het is gewoon voor alles. En dat is dik verzinnen. Ja, maar ik dat is ik hoe de gewone mannen naar shot. Ik zou altijd naar mezelf gewoon dat ik eigenlijk wat lui ben. Omdat ik toch wat ik blijkbaar wel ken. En werd ik dus ik net zo vol. Nee, maar dat is goed. Dat is best voor online. Ja. Zou het op het begin van uw jury die verrekte journalisten spiel ik graag op de emotie? Ja. Nou, gaan we nou een filmpje van die. Hij zult het aan. Hey, Jillet. Jongen. Jillet, jonge man. Beste Jillet. Gefeliciteerd. Eindelijk ook een mooie prijs voor jou. Ja, er wist wel eens wat. En ik best wel een hoop. Maar het gaat natuurlijk altijd door de recht van iemand anders. En nou, eindelijk, jongen. Daar heeft hem ik een prijske. Eindelijk, zo te zeggen. Eindelijk krijg je zelf een mooie prijs. Volgens de wetten van Adema presteren die sporters al jaren op het hoogste niveau. En hij die de mooiste prijzen winnen die ze maar binnen hij die kennen. Wel vaak toch. Het wordt nooit wat. Van harte gefeliciteerd. Natuurlijk is het een hele mooie prijs. Een mooie oeuvreprijs. En die verzinnest ik. En nou ben je zelf aan de beurt. Maar het is een mooie oeuvreprijs. Heeft een mooi plekje. Doei. Later. Het tegenlok wees ik, maar het is een mooie prijs. Komt ie daar. Het is een verzinnen, Jillet. Het is hoe stom maar de sporters ook is. Dat is ja, onafhankelijkbaar. Dat komt ie daar. Ik zou zeggen, keep je erin op. Proost. En als het niet de master wordt, dan pak je de reële boost ook maar van die juist in de boost. Je bent al zo lang actief in het rieten. Echte succescoach. Dankjewel dat ik altijd van mij wist. Dus zeer verdiend. Gefeliciteerd, geniet ervan. Ja, maar jij een Rintje Ritsma, ja. Dus Henk Hospes, wist natuurlijk ik al heel lang, maar vroeger ik al wel mijn burgers, maar die was een harde maat eigenlijk. Hij was voorzitter van de jeugdcommissie, dat was wie er in hier is 14. En ik ben hier harde 15 en wij zagen elkaar eigenlijk wekelijks in de winter. En toen hier we het idee dat met in de simmer ik. En hij heeft simmerfeesten georganiseerd, misschien 12. Dus ja, we zijn eigenlijk maten en nu, ja. Ja, we zijn alle weer oren kanten. Maar nu zijn we weer bij elkaar en dat is en hij is kwalitatief een hele hoogwaardige trainer. Ja, we zien maar Marijke Groenewoud en Melissa Wijfje nog en Jorg Bergsma natuurlijk ik nog. Ja, Rotzakken, dat ze dat net zijn. Hè, maar Bergsma vind ik dan even wel bijzonder, want die zit natuurlijk nou net meer bij die ploeg, maar hoe is die baan nou mooi hem dan? Nou ja, die ploegen, dat zijn sectes. Oh. En die, want dan kun je volle beter presteren als door Joost in minder goed programma dan als net Joost in poor best programma. Dus dat, en dat geloof in dat programma, dat versterkt men in orenploegen vooral. Ik heb dat absoluut net. Hè, maar orenploegen die mooi dan ik net, die wil net praten met leden van uw team. Had ik dan gewoon eens eventjes, nou, een bakje kostje wijze een bakje koffie, want dan zit in de orenploeg en de trainer je hebt dan wil dan het daar. Dat zielige toch, dat is dus, onvoorstelbaar. Ja, dat is echt onvoorstelbaar. Maar dat heeft dus kinderzien, in het. In maar praat het je met trainers onderling? Ik net naar je wedstrijd. Nee, hoppakee. Eén praten. Dan had hij je wonnen in je vlend, als Jean kon. Ja. Nee, absoluut niet. Hè? Dat is echt ongelooflijk. Absoluut niet. Is dat, noem je dat haat en neid? Nou, ik weet net. Ik denk dat het al een overlevingsdrang is, omdat ik dus vind dat als je gewoon krijgt ze in Amerika de coaches langs statistische meetlatten luist, dan zou het volle beter Schenk in. En dat doch ik wel, Schenk, van wat gebeurt er. En vooral dingen die net goed zijn om te verbeteren, dan, ik vind het een neerzaak. Maar als je gewoon een ier, Rieders heeft net 80% minimaal van de risico PS rieden, dan moest wat aan het programma doen, dan is er iets. Ja. Of dan moest dan een samenstelling niet van. Dan is het logisch dat wij elke Olympische Spelen een paar gouden medailles lezen leren. Dat is absoluut zo. Vanwege de ploegachtervolging. Ja, natuurlijk. Als je helemaal geen contact nou, met hebben. We hebben gewoon over Rieders. Nou, dat is Jorrit. Maar Jorrit Bergsma en Arjen Strudinga. Dat is een koppelwedstrijd. Vier keer mooi van mochten. Ja. On het WK. En ze hebben twee keer eerste en twee keer tweede. Dus gewoon altijd bij de eerste twee. En die twee die gingen bij 12 Olympische Spelen. Dan winnen ze bij far het beste team wat er is ter wereld. En ze hebben net de kans gekregen. Wils dat gewoon. Nou ja, de Olympische Spelen volgens mij in Sochi, dan hier is het 1, 2, 3 op 500, 1, 2, 3 op het Sinjen, ja. En hier is het Groothuis die hier de 1000 meter nog woont. Ja. En verder hier is nog wat handvol van deze jongens die dan ik nog op oren afstand treden, de 500 meter, Michel Mulder, die treden op 1000, zeg maar. Maar
dat ben zo'n. Dan mocht het zien en hinnen. Ja. De kist naar drie oren. En dan moet er gewoon iemand op een afstand heen die net eens bij de eerste vijf komt. Of wat dan is, niet eens bij de eerste acht komt. En dat wist van tevoren al. Nee. En nee, zoals je net, het gaat om Pyongyang en Peking, zeg maar. He, maar ja, de heeft gewoon die mensen. Dus er wordt net een ploeg gestuurd die de meeste medailles helpen kan. Nee. Er wordt eerst, ik al zijn, dat het gewoon, dit is een matrix. Die, dus ze zetten eerst dat het leidend weer, dat moest nooit doen. Dan moest ze zeggen dat het een leidraad is. De is nou bijvoorbeeld ik, dat men het in de regels opnomen dat dit en dat en dat. Dat moest net doen. Dan moest altijd zeggen dat het vijfde plak is een aanwijsplak, punt. Ja. Maar dan wordt er zijn, de aanwijsplak, dat gaat in van bovenin stromen. Dus het is alleen maar van mensen die eerste plak aan horen. Hè? Ja, maar je hebt altijd nog de vijfde plak. In principe. Dus dat is gewoon aanwijsplak. Dat moest net omschreeuwen, want ze raast omschreeuwen, ze zit van de rechter. Ja. En die omschreeuwingen die ze kiezen, ze binnen juridisch gewoon net goed genoeg geschoold om dat op een manier deel te zetten. Ik zou met die matrix, ik moest alleen maar zeggen dat het een leidraad is. Net nooit dat het leidend is. Nee. Is dat ik een van de redenen die zo bedoeld is, Kreklin, dat het net goed gaat in trade rieden, dat het beter moet? Nou, het net goed geen in het reden. Ik denk dat het maatschappelijk iets is. Want het speelt zich voornamelijk al bij de man. En dat is de man hockey is minder dan vrouwenhockey. Het mannenhandbal is minder dan vrouwenhandbal. Enzovoort. Dus, nou ja, waterpolo en al die dingen meer. En wij, ik heb zelf wel vier soort vrouwen. Die, want we gingen eigenlijk alleen nog maar sollicitaties. Dus mensen kunnen solliciteren bij ons. Omdat dat ik vind net dat is bij orenploegen. Die stop je ook een proteïeld in. En die is zo leegkip. En ik vind dat ik altijd zo iets ben. Dat is gewoon toppers bij oren waar je helling is. En dat ben ploegen, die ben gewoon zo samensteld. Dat ze gewoon nooit jezelf opleiden. Maar gewoon stellen. Ja. Talent stellen, medailles stellen. Dat is nou ik zo. Ik heb gewoon, we hebben dus Regenborg, de trainer, die belt in september. Of ik neem contact op met Marijke. Of die net oerstappen vol. Nou, ik denk gewoon, jongen, door hest gewoon geen klasse, geen stijl. Ik vind het dat triest van wat. Eerst maar een dij of een oor. Nee, dat is net zo. Gewoon zo. Dat is triest van wat. Maar ik denk, voor het heel simpel, ik neem het ooit nog wel een keer. Is dat over, Gerard van Velden die dat doet? Is dat Gerard van Velden West? Ze heeft een hele coachingstaf, zeg maar. Ja. Dus, maar dat soort dingen gebeuren. Gebeuren, zeg maar. En dan denk ik van, jongen, leid zelf eens op. Hè, zwaar ik zelf eens dat in toppers PS rieden. Nou, ze doet net min trouwens, Regenborg. Dat is scoreboard journalistiek. Oh, ja? De okay. De Sien nooit PR's. Ja. Het training is in de dikke van Dalen het regelmatig uitoefenen van arbeid op een systematische wijze tot prestatieverbetering. Dus er moet regelmatig zitten, prestatieverbetering. En dat is alleen nog die toppers tellen. Dus net degene die erachteraan zitten. Zou je misschien vanwege deze passie die prijs kregen naast? Hoe dat misschien? Ja, maar ik vind het hartstikke goed wat er zei. Ik vind dat we gemiste kansen hebben daarin. Net alleen daar, maar in meerdere sporten. Maar ik zou dan naar het retreaten. Daarom stel ik die vraag. Ik, hè. Maar ik trotsjent naar het besteden van sport. Het jouw bij mij altijd een klote gevoel had dan die teams net goed samenwerken op Olympische Spelen. Maar wat denk je van sponsors? Wij maken het in het kaatsen van een Nederlandse sponsoring grotendeels had, denk ik. Dus die denken hetzelfde. Ja, dat is hier volle lange hierop. Dat helpt helemaal niks. Nee, doe zij staan de sponsors erin en voort. Ja. Denk ik. Ja, dus eigenlijk de heerst bijvoorbeeld. Wij kennen het nog wel. Jutta Leerdam, die zit in een ploeg. En dan keerpen ze Jutta Leerdam erbij en dan houdt die sponsor hard op. En dan denk ik van, dat is natuurlijk is dat het boegbeeld. Ja. Die man is fan. Jillet, wij zoeken nou al oeren naar die illustrie. Dat ik deelt ik voor Henk de Jong. We matten het heel helaas hier bij horen, want het sportcafé dat maat dicht. Jillet, om te alvoeren. En Jillet, om maar naar de NK Oostland. Henk de Jong, minuten op de baan tegen tank. Heel soort succes. En vooral bloos zoen. Dat is het allerbelangrijkste. Ja, we zijn met zo. En Jillet Anema, ik bedankt. En nog eens lokweeske met deze Overprijs. En succes ik bij de NK Oostland direct. Ja, feliciteer zelfs ik bij de Overprijs die we dus Utrecht hebben om Jillet Anema. Bedankt Jo. Ja, elke nier eigenlijk. Dank je voor het Sjen en het Harkje. En de allerbeste wensken voor 2024.